Hallo iedereen, welkom bij de derde aflevering van de Corner 3 podcast. Een podcast waarin we uitvoerig basketbal bespreken, maar we natuurlijk focussen op de B-Next en dat bijzondere clubje Hubo Limburg United. We hebben een beetje een zomerbreak gehad en vandaag doen we het ook helaas zonder Aram, want die is nog altijd aan het genieten van een lange zomerbreak. Nee, dat is niet waar, hij is zijn basketbalcarrière terug op de rails aan het zetten, want het training vandaag... Of voetbal, wat is het? Ah, het is voetbal. Kijk, voilà. Dat is nog erger. Basket was nog een excuus geweest. Voetbal kan niet. Maar goed, hij mag de volgende keer zeker terugkomen. Maar we hebben dat ruimschoots goed gemaakt met de tweede en derde beste coach van de B-Next League. De beste coach, hun groot voorbeeld, Dario Gergia, kon hier vandaag helaas niet zijn. Maar... we doen het vandaag met, en wie de tweede en de derde beste is, dat mogen jullie allemaal zelf invullen, met Christophe Michiels, coach van de Leuven Bears, waar hij eindelijk is thuisgekomen, zei hij zelf. En onze eigenste Raymond Westfalen van Hubo Limburg United. Welkom, mannen. Merci voor de intro. Merci voor de intro. Dat is vlekloos. Deze heb ik niet moeten uitschrijven. Nee. Het was eruit te merken ook. Ja, een mooie. Het was eruit te veel dat van die beste coach en dat hij er niet kon bij zijn. Dat was toch coach van het jaar? Ja, zal hem heel blij mee geweest zijn. Ik denk het ook. En ik moet zeggen dat ik het nu nog wel eens terecht vond, eigenlijk. Oh, ja. Er was misschien wat Dario-moeheid de afgelopen jaren bij... De mensen die mochten stemmen, maar dit jaar waren ze toch de meest dominante ploeg, denk ik. Hè? Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. Wie zou er anders geweest zijn, buiten jullie zelf? Ja, vorig jaar denk ik niet dat ik er aanspraak op maakte. Nee, moet je dat niet voor een heel seizoen doen? Ja, inderdaad, ja. Dus dat zal voor vorig jaar zijn. Sfeer is gezet. Toon is gezet. Zeg iets over onze relatie. Maar ja, wie anders? Ik denk toch... Raymond met weer een bekerwinst toch weer aanspraak mocht maken. Ja, maar dan is de argumentatie dat de beker van België niet in de B-Next League is. Ja, niet maar, mijn argumentatie, maar... Langs de andere de kant is het, zijn er drie prijzen te winnen in België. Ja, ik vind het en goed, is dat er toch één van. Dus, en op het moment dat de uitreiking is dat de enige prijs die gewonnen is. Hè? Ja, dat is ook zo. En ja, er was nog een grote afwezige gevonden, dat was Miles. Die zat niet bij de top 5, denk ik, voor speler van het jaar. Ja, inderdaad. Ja. Vond ik een bijzondere, eigenlijk. Vond ik een bijzonder, ja. We waren daar een beetje gesnipt. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. Hoe was jullie zomer? Fijne basketzomer achter de rug. Ja, druk, hè. We hebben samen 2 weken op vakantie geweest in Louvain-la-Neuve. Ja. Zeer leuk. Nee, we hebben een stage gehad met... Belgian Lions, ter voorbereiding van hetgeen wat komen gaat. De kwalificatiematch voor het EK. Nu in november 2 keer tegen Letland. En dan ook volgend jaar in februari. Waar we heel goed gestart zijn. Dus we laten ons hopen dat we op het EK geraken. Dus dat is toch het doel voor 2025, denk ik. Absoluut. En hoe gaat die ploeg eruit zien, denk je? Gaat daar veel verandering in komen de komende tijd? Omdat ja, er zitten zo wat... jonge talenten aan te komen. Enfin, de meest courante naam, Toumani Camara natuurlijk, maar zo'n AJ Mitchell, de Hodgebroertjes. Maar ik denk nu in deze ronde dat dat moeilijk is. Hè. Ze zitten, ik denk AJ begint aan zijn eerste seizoen in de G-League. Toumani aan zijn tweede seizoen, die zitten volop in het seizoen dan. Dus ik denk dat daar niet mogelijk is. Maar ik denk wel, wat we nu in de zomer gedaan hebben, de mix van jong en ervaren, ik denk dat dat een goede stap is. En... met uw stilo spelen. Niet met de stilo spelen. Nee, ik denk dat het een goede stap is, een goede ervaring is. En ik denk nu, met de groep van de vorige window, ik denk dat dat zeer sterk heel was. Ik vond daar ook heel goede chemistry terug op het veld. Dat was zichtbaar in Slowakije en tegen Spanje. En ik denk dat we daar nog een maliter die lijn gaan verder zetten. En proberen daar tegen Letland toch ook die winsten te pakken. En de plaats op het EK vast te krijgen. Ik denk dat zeker dat is een doel van ons en dat ook voor mij moet dat haalbaar zijn, zeker. Nou ja, het is natuurlijk niet alleen die jongens die in Amerika spelen, maar ook de Ridder die het toch fantastisch doet, denk ik. Een heel goed seizoen achter de rug, hè, in Spanje. Ja, maar die was er nu ook al bij in februari. Ja. Ik denk, als we aan de opkomende talenten denken die nu direct in november er waarschijnlijk ook terug bij zullen zijn, denken we toch aan Jo
Van Buggenhout, Thijs de Ridder. Ik denk dat dat een jonge Joppe Men is. Ik denk dat die mannen samen met de veteranen, die we daar kennen, Kevin Touma, Pierre-Antoine Gillet, Jean-Marc en Wema, ik denk dat die mannen de ruggengraat zullen vormen voor nog een laatste topprestatie op het EK. Ja, Jo van Buggenhout, ik zie dat hij nu captain wordt van Windrose Giants. Ja. Ik was daar eerst een beetje van geschrokken, maar ja, ik moet zeggen, toen ik naar het roster keek en ik dacht, ja, wie zou ik anders nemen? Ja, ik kom eigenlijk al rap bij hem uit. Hè, als je geen nieuwe speler wilt aanduiden en je wilt een beetje in de continuïteit. Ik vind dat wel een goede keuze eigenlijk. Als je zijn positie ook nog. Zijn positie en ook, ik denk ook, als je Jo, je kent Jo, maar als ik Jo zie werken, als ik die bezig zie, die zoekt dat ook wel op. Hè. Die wil dat leiderschap hebben, die wil daarin groeien. Zeker op zijn positie. Maar ik vind dat wel een heel verstandige keuze van Antwerpen. Ja, daar ga je wel achter. Het gaat goed zijn voor zijn progressie, denk ik. Ik ben wel eens benieuwd om te zien of zo'n jongen dan. Want hij is toch nog altijd jong en met. Er is ook wel. Ik merk vooral zo in de korte tijd dat ik hem ken dat hij zo zaken wilt. Ja, ja. Hij is wel een. Ik denk zo zeker dat hij in de toekomst zeker ook een leidersfiguur wilt zijn. Dus bijvoorbeeld hem nu jong is of oud is. Allee, vanaf toen op Mechelen. Hij zei ook altijd dat het erop stond. Allee, als hij iets wou zeggen, we zijn het ook gewoon. Het is niet dat hij een blad voor de mond neemt. Ik denk bij Antwerpen. De enige andere mogelijkheid was Kevin Touma. Maar die heeft ervaring zat natuurlijk, maar dat is niet de juiste positie. Dat is niet zijn rol geweest. Dan, nee, en ik denk dat dat ook meer showing by example is. Maar ja, ik zeg... Elias, maar ja, goed, die heeft nooit een kapiteinsrol geambieerd. Ik denk dat Jo... ik vind dat een heel mooie keuze. Gedurfde misschien, maar ik vind dat heel terecht. Ja. Nou, daar sta ik ook achter, absoluut. Ja, ik was zeer aangenaam verrast door zijn afgelopen seizoen. Dus als hij die progressie blijft maken, dan gaat hij inderdaad bij de Lions wel een belangrijke rol gaan spelen op die één positie. Ja, ik hoop dat hij gewoon dezelfde rol krijgt nu bij de nieuwe coach. En dat hij dezelfde verantwoordelijkheid krijgt. Want onder coach Kelin mocht hij toch starten en toch ook de leider zijn samen met Bolton op die één positie. Dus ik verwacht wel dat ze hem dezelfde verantwoordelijkheid krijgt. Ja, als je een roster bekijkt, hè, buiten die Flowers, die ermee een scorende guard is, hebben ze niet echt een andere echte point guard gehaald. Dus ik verwacht wel dat hij inderdaad die... Ik vind dat goed om te zien, hè, bij Antwerpen, dat ze dat vertrouwen geven ook aan Jo. Aan een jonge Belg om dat team te leiden. Ik vind dat heel positief. Ik vind dat goed. Dat is wat we nodig hebben in Belgisch basket, hè. Dat we jonge talenten in bepaalde rollen gaan steken. Belangrijke rollen. Niet gewoon daar meelopen of die bankzitter zijn. Ik vind dat een goede progressie. Ik vind dat mooi om te zien. Ja, dat is ook zo. Wat ook mooi om te zien was het Olympisch baskettoernooi. Heb je dat goed gevolgd? Zowel de mannen als de heren. De heren als de dames bedoel ik. Ik bijvoorbeeld vond de halve finale Amerika-Servië bij de mannen dan een van de beste matchen die ik... Ik heb het niet live gezien, toevallig. Allee, ja, jammer genoeg. Je bedoelt in de zaal of live op tv? Ja, ik heb het wel live gezien op tv, maar niet in de zaal. Want ik denk dat dat van de mensen... Ik heb een paar mensen gehoord die wel in de zaal zaten. En wat ik op tv zag, was echt weergaloos. Allee, ik bedoel, in mijn ogen verdiende Servië om door te gaan. Jammer genoeg haalt het individueel talent het op het einde. Maar ja, je ziet toch dat ze hun tenen uitkuisen om er voorbij te geraken. En ik had graag een keer gehad dat het Europees basketbal de overwinning had gehaald. Maar uiteindelijk heeft het talent het toch gehaald. Ze hebben wel al hun talent nodig gehad om die Olympische titel, om überhaupt de finale te halen. Ja. En tegen Frankrijk hebben ze moeten... Ja, maar ik vond de match tegen Servië denk ik echt een van de beste matchen die ik ooit mogen zien heb. De basket van Servië, van de hele ploeg, want ze praten dan van Jokic, maar die hele ploeg, hoe dat die elkaar vonden, hoe dat die bewogen ten opzichte van elkaar, hoe dat die ervoor gingen. En wat ik chic vond was, die hadden echt de overtuiging van wij zijn beter, we winnen. Daar zat niks in van, we spelen tegen Team USA. En dat vond ik... Ja, dat vond ik zo mooi om te zien. Die execution van het team, dat is als coach kun je daar alleen maar van dromen. Ja. Amerika wint dan uiteindelijk wel, maar dat is echt het individueel opstappen van Curry op het einde. Hè. Als hij die shots... Curry houdt in de match en dan eigenlijk heb je Booker en dan Durant. Ja. Vooral in het vierde kwart was toch vooral Durant en LeBron. Maar Curry houdt in de match. Maar je moet er wel eerlijk in zijn, want bij Team USA, als je ziet... Ik zeg dan de drie oude mannen om het zo te noemen, maar als je ziet Curry, LeBron, Durant...
Ja. En Boeker. Boeker vond ik ook heel goed. Heel Boeker wordt onderschat, vind ik. Dat is onder de rij. Voor mij, als je over MVP gaat praten, dat is een andere discussie. Dan, ik kies sowieso Boeker. Want die cijfert zich weg voor iedereen, maar die doet alles wat nodig is om te winnen. Maar iedereen kijkt daar zo naar. Hij heeft wel zijn flowers gehad na het toernooi. Hij is wel zo algemeen wel gezegd van hij heeft echt gedaan wat hij moest doen. Het is onder de rij daar. Ik snap ook wel wat Curry daar doet in de finale. Is waanzinnig op het einde. Maar ja, de drie vets. Ik vind het wel chic van Curry. Ik vond Curry as such niet zo heel goed coachen. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar ze zijn wel volop voor de anciens gegaan. Terwijl er eigenlijk al even in de NBA een retoriek gaande is, dat die nieuwe generatie... Ik bedoel, er was heel veel te doen dat Tatum nauwelijks speelde. Edwards was al de nieuwe Jordan. Ja, die mannen... Ja, dat werd gezegd. Ook letterlijk zo. Alsjeblieft. Dat is ook letterlijk zo. Zo? Ah, dat kent je niet? Nee, vertel. Ja, dat is toch... Kan zijn kind zijn. Hè? Ah, zo ja? Ja, dat is toch... Het verhaal op social media is dat hij offspring zou zijn van Jordan. Van bepaalde gelijken. Dat is een heel verhaal geweest. Instagram-kanaal volg ik dan weer niet. Woj heeft daar niet over posten. Dat is zoiets wat leeft. Maar wat gaat het in de toekomst zijn? Hè? Want ze hebben nu de drie anciens nodig gehad. Gaan die de new generation, gaan die het halen? In de toekomst, dat is de vraag. Ik weet het eigenlijk niet. Ik vind wie gaat de rol van LeBron overnemen, bijvoorbeeld? Zo dat all-round dominante op alle vlakken, echt die echte true leader. Ik denk niet dat Tatum dat kan, eerlijk gezegd. Dat hij daar nog niet die persoonlijkheid voor heeft. Mm-hmm. Allee, Edwards is. Ja, binnen 4 jaar, hè, als we dan even kijken naar LA, 2020. Ja, dat zijn wel de twee mannen naar wie ze kijken. Ik hoor dan zo'n namen gelijk Chad Holmgren, dan denk ik, een goede speler. Maar op boterhammen gezeten. Maar ja, dat is dan toch een naam die ze noemen op basis van een bepaalde progressie die ze verwachten die hij gaat maken. Ik denk, als je Team USA in de toekomst, ik denk Anthony Edwards, zonder twijfel. Dat kan een grote naam zijn. En ik denk, ene die wij vergeten, hij heeft veel meegemaakt, maar ik denk Ja Morant is voor mij nog altijd een zeer uitzonderlijke speler. Ja, Team USA. Paul Banchero, vind ik. Een speler waarvan ik denk, dus maar 2 jaar. Dus ze hebben wel weelden. En je moet ook denken, die mannen zijn nu jong, er zit nog 4 jaar tussen, hè. Ik zou Team USA qua individuele talenten, ook de jongmannen nu, ik zou die nooit onderschatten. Nee, ik omdat ze echt, omdat ze echt wel, daar zit enorm veel talent. Maar wat ik goed vind om te zien is dat ploegen hebben gewoon geen schrik meer. En ploegen, ik bedoel dan, weg van de States, ploegen hebben geen schrik meer. Ploegen zijn echt overtuigd van wij kunnen hun kloppen. Dat maakt momenteel basket zo chic om te zien. Hè. Zeker op dat Olympisch toernooi. Ik vond dat zo chic om te zien. Ja, ik moet zeggen, ik heb de finale live mogen aanschouwen. Dat is ook voor mij maak absoluut... Maak ons toch maar jaloers. Ja, absoluut hoogtepunt. We hebben samen dan het EK daarin gezien. Dat vond ik wel fantastisch. Ja. Toen waar was het? In Keulen? Dat was in Keulen, ja. In Keulen, dat was geweldig. Maar Frankrijk, de thuisploeg, tegen al die sterren. En inderdaad, zo fearless. Hè. Ik bedoel, ze begonnen rete agressief, allebei. Wemby was misschien zijn beste match van het toernooi gespeeld. Ik ben eigenlijk niet echt zo'n fan. Ja, ik weet dat niet. Iemand die gewoon... groot is. Ja, die vooral het moet hebben van... Omdat hij zo freakishly groot is en toch ook nog redelijk mobiel... Enfin, heel mobiel is. Maar ik moet wel zeggen, hij is natuurlijk veel skilder dan... Omdat ik hem initieel credit gaf, maar dat is gewoon niet het type speler dat ik echt graag zie. Maar er is ook maar één type gelijk die in, denk ik. Maar ja, zo de Chad Holmgrens en ik vind dat, ik weet dat niet. Alleen Durant heeft dat, vind ik. Niet dat het heel hetzelfde profiel is, hè, maar ook zo heel groot, maar wel. Ja. Nou, maar toch die landen ook. Hè. Duitsland, Frankrijk. Hè. Frankrijk volgend jaar, de draft gaan er waarschijnlijk weer al in de top 12. Van Sartre, dat vind ik wel. Allee. Sorry? Die nummer, die Sard of zo. Is dat geen Frans? Dat is toch niet. Ja, maar die jeugd in Europa en met de Euroleague. Ja, ik weet die jonge point guard, die 21-jarige daar, die in Frankrijk speelde. Strassel? Ja. Bij Monaco? Ja, dat was wel een dikke speler. Ja, maar die speelt niet bijna bij Monaco. Ja, maar dat is nog maar 20 of 21. Ja, ja.
Dat was vorig jaar op de EK U20 wel outstanding. Mike James voor u staat, ja. Ja. Wordt het moeilijk, denk ik. Hè? Maar ik verwacht leuke tijden. Amerika tegen de Europese landen, wil ik zo zeggen. Ja. En, zo, misschien zo, ook België dan. Zo goed dat ik de heren vond, ja, het vrouwentoernooi, ik heb het eigenlijk ook vrij intensief gevolgd. Ja, de Cats, daar wil ik alleen maar positief over zijn. Uiteraard dragen we die allemaal een warm hart toe en die hebben echt super hard gevochten. En als je nu één ploeg samen met de dameshockey een medaille gunde, waren zij het wel. Maar ik vond, ja, overall, het niveau van het damesbasketbal op dit toernooi, wat mij heel veel opviel, maar misschien is dat omdat ik daar te weinig naar kijk, die kwaliteiten uit en execution, die is zoveel lager dan bij de heren. Airballs, gemiste lay-ups. Dat ik denk van, maar allee, is dat omdat je ring te hoog staat? Of wat is daar de reden van? Of mag ik dat niet zeggen? Nee, maar ik denk, als je veel naar mannenbasketbal kijkt, ja, de execution gaat ook gewoon iets trager. Het is, ja, minder atletisch als de mannen. Het is eigenlijk gewoon een ander soort basketbal. Het is wel dezelfde sport. Maar op hun manier is dat, de concurrentie is ook gewoon veel minder groot. Hè. Als je mannenbasketbal, de landen die. Ik wil geen afbreuk doen, nee. Maar het viel mij gewoon heel veel op dat. Ja, en het verschil in niveau tussen bepaalde ploegen is gigantisch. Hè. Ik bedoel, ik zag het eigenlijk niet gebeuren dat er een ploeg überhaupt de VS ging verslaan. Ik wil de vrouwen wel, waar ik de vrouwen wel een credit wil geven. En dan, nu gaan we heel. Ik vind technisch. Vind ik dames heel goed. Maar wat bedoel, in welke zin? Ballhandling, shot? Ja, technisch zo. Ik vind omdat bij mannen worden we vaak verblind. Waarom? Ja, ja. Omdat dat krachtig is, dat is atletisch, dat gaat snel, die springen. Dat is. Maar als je echt gaat opletten op fundamentele uitvoering, bijvoorbeeld hoe ze shot pakken, hoe ze hun voeten zetten, ik vind dat wel. Maar ook tactisch, hè? Tactisch, ja. Ben ik het met u eens, want tactisch, ze zijn verplicht. Ze maar, kunnen minder. Maar technisch ook. Technisch en tactisch. De tactisch zeker, maar ik vind ze daar. De bal moet meer rondgaan. Ik vind ze moeten meer gedisciplineerder zijn als bij mannen. Als ik kijk. Ja. De Amerikanen kunnen naar AJ Wilson gaan en zeggen, allee, ga maar inside. Die mist twee lijfjes. Ik vind het veel tactischer bij vrouwen. En vrouwen voeren ook meestal iets correcter uit als. Ja, maar dat is hetgeen wat ik bedoel met tactisch. Dus de fundamentals zijn er ook gewoon. Als je bij de Cats ziet bijvoorbeeld, dat zijn heel duidelijke afgeleide sets. Ja, ja. Maar dat wordt ook heel goed uitgevoerd en daar wordt ook goed gelezen, vind ik. Maar als je het voorbeeld van techniek bedoelt, als je Emma pakt, dat is gewoon het voorbeeld van hoe dat je technisch gewoon de perfectie benadert. Ja, ja, hè? Dat is, ik denk dat we daar dat heel hard moeten koesteren, Emma. En ja, laat ons hopen dat ze nog heel lang bij de Cats doorgaan, want zo gaan er niet snel. Emma is een uitzonderlijk talent en we zijn daarmee gezegend. Maar ik moet wel zeggen, toen ik zo Antonio De Lara achteraf hoorde, hoe die dat toernooi is doorgevochten met haar blessure. Dat is wel indrukwekkend. Dan vind ik wel echt een petje af. Hè. Ja. En niet zo. Dat is geen enkel moment als excuus in Europa. Nee. Ook niet. En dat vond ik heel mooi. Dat onderhand hoort je achteraf dan, maar ook. Je mist ook een van je sterke orders. Ja, je verliest Julie Allemand. En ik weet, ik denk dat er velen waren die dat hoorden, dachten van oei, 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 oei. Als je dan ziet, Ramet van Loo, die stappen daar wel op. Hè. Ja, ik vind wel van Loo dat ook wel aan haar status verplicht was. Ramet is iets anders. Ja, maar ik vond tegen Spanje vond ik die en tegen Japan. Maar gedeeld toernooi, Ramet vond ik. Ja, ik vond de eerste match wel heel zwak. Tegen Duitsland is ze echt weggeblazen. Misschien was ze onder maar de indruk. Dat was ploeg, hè? Ja, ja, dat is ook zo. Maar tegen Duitsland was als ploeg niet scherp. Maar nadien. Ik ga eerlijk zeggen, ik ken haar. Ik weet hoe ze. Dit had ik niet verwacht van haar. En ik vind, als je dat dan ziet, wetende van oké, allemaal is uit, en je ziet dan plots die speelsters op, dat zegt heel veel over de Cats, vind ik. Tuurlijk. Maar ik heb veel respect voor die ploeg. Hè. Het was ook mijn opmerking omtrent execution was niet naar de Cats. Het was meer in het algemeen, waardoor ik merk dat. Ik kijk nu ook veel WNBA, daar valt mij dat eigenlijk nog veel harder op. Mm. Die Angel Reese, waar iedereen zo. Ik heb het niet over Caitlin Clark, hè, maar Angel Reese, die 20 rebounds per match pakt, maar er zijn er 14 bij.
waar ze haar eigen open lay-ups die ze gemist heeft terugpakt. Hè. Mm-hmm. En dat ziet je toch niet zo faal bij Heeren, vind ik. We spreken dan over een zogezegde potentiële rookie of the year. En daar, ja, soms mis ik de AI. Zit ik daar een beetje op met een honger. Daarom dat ik dan ja, skilled speelsters zoals Emma of een Van Loo, ja, die steken er dan kop en schouder bovenuit, vind ik. Omdat net bij veel anderen dat ontbreekt. En dat is misschien omdat, ja, zoals gezegd, er veel meer mannen zijn die basket spelen. Of dat dat gewoon een breder gedragen sport is. Waardoor dat de gap tussen de professioneel spelende dames onderling ook veel groter is. Niet dat ik wil zeggen dat erbij lopen voor hen op te vullen. Dat is veel te onrespectvol, dat bedoel ik niet. Maar je ziet gewoon dat op het plein er heel grote verschillen zijn. Mm-hmm. En dat is bij de heren, ligt dat dichterbij in, vind ik. Dus je hebt een bredere basis bij de heren, ja, eigenlijk. Dat vind ik wel, waar, ja, bij de vrouwen misschien. Waardoor soms bij sommige speelsters, ja, als je dan sommige ziet bepaalde dingen doen, dan denk ik, oh, er zit heel veel, tussen aanhalingstekens, afval in het spel. Veel meer dan dat je op de Olympische toernooi bij de heren ziet, vind ik. Want misschien is dat een probleem in de breedte. Hè? En natuurlijk de topspeelsters, hè, Brianna Stewart en noem ze allemaal maar op, ja, die hebben dat uiteraard allemaal niet. Hè? Hoewel, ik zeg het, ik blijf dat toch ook bij een WNBA, valt me dat gewoon heel veel op. Ja, de hoeveelheid airballs en gemiste open lay-ups. Ja, ik sta er echt van te kijken. Maar je zegt dat dat niet terecht is. Maar dat kan, hè. Misschien zie ik gewoon te weinig. Hè. Ja, ik denk nu ook gewoon met de Olympische Spelen op 2 weken tijd zie je het beste van de mannen en het beste van de vrouwen. En dan misschien valt het, ja, daar op dat moment WNBA ook. Ja, is toch ook het beste van... Ik heb het niet over Athena slummen, hè. Allee, ik bedoel... Nee, dat begrijp ik, maar ik vind ook dat er een groot verschil is. NBA zie ik ook niet zo graag. Dus, als je het over de mannen hebt, dus, dan kijk ik ook liever naar Euroleague. Dus ik denk dat de vrouwen misschien inderdaad, dat je daar, als je daar je kapstok kunt aanhangen, allee, zo aan 1 of 2 toppers. Je ziet dat ook aan die buitenlanders die dat nationale ploegen hebben. Die toplanden. Die plots. Ja, maar door die organisaties, ja. Die plots veranderen van dynamiek. Ja, die point guard. Ja. Dat is nog eigenlijk het beste voorbeeld eigenlijk. Hè, dat je individueel daar 1 iemand bij zet en dat ineens een wereld van verschil maakt. Bij de mannen gebeurt dat ook. Ja, maar bij de mannen kun je dat argument ook aanhalen. Hè. Ja, maar de landen die naturaliseren. 5 tegen 5, hè, waar 1 speler gewoon een grote impact kan hebben. Maar dan kom je terug. Is Servië? Die hebben geen 1. Nee. Geen naturaliseren. Frankrijk ook niet. Frankrijk ook niet. De dames? Nee, bij de mannen. Bijvoorbeeld. Dus waar je dan ziet... Als je bij de mannen ziet je dat toch gewoon veel minder, hè? Ja, Spanje, pas op. Oh, pas op. Spanje, Slovenië. Lorenzo Brown. Er zijn bij de dames was bijna elke ploeg. Slovenië. Ja, België is een van de enige. Ja. Dat vind ik... Dat blijf ik, sorry, excuseer. Maar dat vind ik nog altijd het mooiste. Dat vind ik bij de Cats ook, dat vind ik bij ons ook. Die eigenheid. En daardoor verlies je misschien eens een keer, of heb je net op dat bepaald ogenblik in een bepaalde decision, of key player niet, of decision maker niet. Maar dat brengt wel eigenheid. Gelijk Servië bijvoorbeeld, daarom dat ik dat zo mooi vind om te zien. Dat waren 12 Serviërs. Ja. En dat blijft mooi, vind ik. Je ziet ook dat Jokic dat veel fijner vond dan NBA. Dan NBA, hè. NBA is een job. En met de Serviërs spelen, dat was passie, hè? Ja. Hoe zeggen ze dat? Zijn bratis. Ja, braté. Kun je zien hoe zat hij was en dan wat een pijnsje die had? Eigen bierpijnsje, hè? Ja, ik heb het gezien. Hij is, ja, ze zeggen dat de beste bigs hebben een pijnsje, hè? Shotterspijnsje. Maar goed, dus ja, Olympische Spelen waren fantastisch. De Cats hebben het geweldig gedaan. Ja, dat is gewoon echt super jammer. Ja. Met jullie allemaal erbij. Altijd. Ongelooflijke promo voor ons spelletje. Het heeft een hype weer gecreëerd. En dat is toch, allee, ik hoop dat ook een beetje transfereert naar de mannen. Ik zag toch in Charleroi toen die laatste match tegen Spanje, dat ook toch vol huis. Ja, dat is toch ook lang geleden. Ja. Ik hoop nu dat we in november ook weer vol huis hebben. Je zit de halve finale gaan kijken, hè, van de Cats. Ik heb de halve finale. Ik ben tegen Amerika gaan kijken. En ik moet zeggen, ik had kippenvel bij het volkslied. Niet omwille van het volkslied, maar hoe de... In Lille bedoel je? Ja, hoe het publiek daarachter ging daar staan. Moet echt, want dat was 20.000 man. Ja. Ja. Ongelooflijk. Dat was echt fantastisch. Je zag op de gezichten van de Cats zelf, dat die zelf op een hele positieve manier onder de indruk waren. En zoiets hadden van, oké, let's go. En ja, Emma zei na de match ook van, we hadden echt zoiets van, ja, ik geloofde er eigenlijk niet meer fel in, of ik weet niet hoe ze het zei, maar
Ja, we moesten voor de supporters gaan. Maar ik snap dat gevoel wel. Het klinkt nu heel gek, ik weet niet hoe jij je daarbij voelde. Maar ik weet toen wij tegen Spanje in Charleroi speelden. Charleroi zat vol en dan komt dat volkslied op. Ja, ik kan nu zeggen... Ik weet dat ik tegen u na de match, de laatste vijf minuten... Ik zat daar niet meer als coach. Dat was pure adrenaline. Dat was uw Belgaard tot plots. Ja. Je zat daar gewoon... En ik vind ook wel dat de Cats dat op hun eigen gewoon gerealiseerd hebben door hoe dat ze zijn, hoe dat ze overkomen. Ja. Als je ziet hoe dat ze met de media ook omgaan, ik vind dat echt chapeau. Dat kan niet anders zeggen. Er is een heel goede identiteit gecreëerd. Ja, ja. En het enige wat ze moesten doen als Europees kampioen worden. Ja, oké. Okay. Ja. We weten wat te doen volgend jaar dan. Hè. Ja, maar mensen hebben graag helden. Hè. Dat ziet je gewoon. Hè. Ja, maar we hebben gewoon ook bij de mannen iemand nodig waar we naar kunnen opkijken. En zo'n Emma Meeseman, daar kijkt iedereen in België. Als je aan iedereen vraagt, wie noem je één basketballer of basketster, ja, dat zal altijd Emma zijn. Misschien Julie van Loo door het social media ook een beetje. Ja, maar ik denk dat Emma ook, als je die haar hoort interviewen, dat is iemand van het volk. Hè. Ja. Die draagt het hard op de tong, daar zit geen notaal achter. Dat is gewoon eerlijkheid, wat ik ook heel veel apprecieer aan een sporter. Die een interview komt geven en niet zo de standaard antwoordjes geeft, maar gewoon zegt wat ze voelt. Ook als dat misschien niet helemaal positief zou onthalen. Allee, je moet je inbeelden dat de vaandeldraagster van het Olympisch team zegt, ja, ik geloofde er eigenlijk niet meer fel in. Maar ja, toen ik de mensen hoorde, dacht ik, kom, we gaan ervoor. Mm. Ja, ik vind dat goud eerlijk. En menselijk. Ja. Ja, maar dat is mooi, hè. Ik denk dat we zo iemand bij de mannen ook nodig hebben. Ik denk dat bijvoorbeeld aan een AJ daar perfect zou kunnen. Als hij zich daarvoor kan engageren in de zomer. Hè, want ja, we gaan moeten wachten tot de zomer dat hem kan komen. Hè. En dan hopelijk de situatie met Camara kan opgelost geraken. Maar ik geloof wel dat wat ik merk bij de gasten, zij trekken zich wel op en wat er met de Cats gebeurt. Hè. Zij spiegelen zich daar dan aan. Hè, en dat motiveert hun ook. Je merkt dat wel, hè, heel hard. En je ziet dat ook. En ik denk dat zelfs Pierre-Antoine dat openlijk ook gezegd heeft op social media. Na de match tegen Spanje zei Pierre-Antoine dat... Zij geven ons ook motivatie. Hè, van, je ziet dat eens, man. Kijk eens wat dat op de been brengt. En dan, die vonk zit nu bij ons ook. Dat is mooi om te zien. Hè. En ik zeg het. Charleroi zat voor een reden ook vol. Hè. Mm. En ik zeg, dat is grotendeels ook... we zijn de Lions, een goede ploeg. Maar daar zit ook dat stukje van de Cats bij. Hè, van dat ze zeggen, wij steunen iedereen. Hè. Ja. En dat... Maar dat toont ook wel aan wat het potentieel is van een sport als basketbal. Hoe attractief dat is. Tuurlijk. Hoe entertainend dat is. Want we hebben... Ik heb nu naar het hockey gekeken. Hè, en ja, je hebt daar dan Europees, wereld- en Olympisch kampioen. Ja, dat is ook in ons kleine landje. En toch, dat is wel iets populairder geworden, maar die hebben toch niet die erkenning wat je van zo'n dominante ploeg... Ja, basketbal is gewoon... Die brengen geen 20.000 man op de benen. Basketbal is een beetje wat de maatschappij vandaag ook is. Hè. Het is snel, het is flitsend, het is chic. Dat is een beetje wat je vandaag de dag in de maatschappij ook ziet. Hè? De jeugd, laten we eerlijk zijn, een voetbalmatch 90 minuten lang kijken, hè? Dat is niet meer voor iedereen... Ja, nee, maar dat is... Blijft het een van de populairste sporten. Hè? Ja, maar... Een beetje waar je mee opgroeit. Hè? Maar je merkt wel bij de jeugd... Vraag het maar aan Harm. Ja. Zo is hem toch een beetje bij ons. Hè? Dat is waar, ja, zo is hem een beetje wel. Maar je merkt wel bij de jeugd zo dat... het is flitser, het is attractiever, er zit meer sensatie in. Er gebeurt ook veel meer. Je kunt een voetbalmatch hebben waar je 3-2 ziet. Dan heb je geluk. Heb je een mooi matchje normaal. Maar vaak in België is 0-0 of 1-0. Hè? Ik ben opgegroeid in het voetbal. Ik heb heel mijn leven gespeeld. En ik moet zeggen, het is, als je in het basketbal zit... Ja, dat misschien niet zeggen, maar het wordt heel moeilijk om nog een voetbalmatch uit te zien. Hè? Maar, dat is omdat je bent gewend van continu actie te hebben. Ja. Het is gelijk wij altijd zeggen, basketball is a game of runs. Het is scoren, stop, scoren. Een ploeg, er zijn zoveel momentums in een wedstrijd, dat een momentum kan veranderen in een wedstrijd. Je hebt snelle tactische ingrepen die een invloed kunnen hebben op het spel. Je hebt individuele acties die prachtig kunnen zijn en het is korter.
Ja. Het is korter. Korter en krachtiger. En dat, ja, dat... Het enige wat we misschien tegenhoudt zijn de vele regeltjes. Ik denk als je als leek naar een basketbalmatch kijkt... Het oogcomplex. Ja, zou je eigenlijk alleen maar moeten bezighouden. Oké, de bal gaat in die korf of in die basket. Is 2 punten of 3 punten en zien we op het einde. En daar zo eigenlijk naar een match kijken zonder je eigenlijk rekening te houden met... Ik zit veel in de zaal en jullie staan altijd aan de zijlijn. Hè. Dus ik hoor wel wat de basketballeek zegt over het spelletje. En dat komt bijna altijd op hetzelfde neer. Die vinden dat allemaal geweldig. Mm-hmm. Net het feit dat ze zeggen, bijna allemaal hetzelfde. Hè, als we dan zo'n gasten hebben die voor het eerst komen kijken. Ja, oh, dat is zo chique, dat is zo chique. Er gebeurt zoveel. Ik snap het niet allemaal. Maar, ja, maar dus... oké, maar zo, maar die mensen maar moeten zo, maar dat, maar dat is het feit. Maar, dat is wat gevoel bij de mensen. Mensen die voor de eerste keer komen kijken, dat is waar ze over praten. Oh jong, wat is dat hier? Dat gaat hier op en af, snel. Ja. En dan, of dan zeggen ze tegen mij, oh, je reageert daar zo'n ene keer, en wat is dat allemaal? Wat is dat? Ja. En dan hebben ze al die reacties. Dat is basketbal. Ja, ja. Dat is gewoon... En het is een sport die je dus als leek volledig kunt... die je ten volle kunt appreciëren. Het wordt alleen nog plezanter als je de details en de tactiek begint te leren kennen en zo. Maar je kunt het al appreciëren, vind ik, omdat het gewoon puur objectief zeer entertainend is. Ja. We moeten gewoon hopen dat het in de media blijft komen. En allee, bedoel, dat heeft ook een, het feit dat het allemaal uitgezonden wordt, social media. Ja, we need heroes, ja. Dat zijn de cats. Ja, dus, we komen er terug. Ja, ja, dat is het perfecte uitgangsbord voor onze sport geweest. Laten we hopen dat het zo blijft evolueren. Dank u, cats. En nu is het up to the lines. Ja. Dario, heb je dat gehoord? We gaan het ook even over de B-Next hebben. Wij willen altijd graag een draftje doen. Maar ik ga zelfs even de spelregels uitleggen. Maar misschien eerst even over de B-Next. Alweer een nieuw format, ik mag wel zeggen. Hè. Wat denken jullie daarvan? Zo op het eerste zicht. Direct tegen alle Nederlandse ploegen, heen en terug. En dan een gewone ranking op het einde van het jaar. Om dan toch naar... nationale play-offs te gaan en 1 wedstrijd. Het eerste, het belangrijkste misschien voor mij, het positiefste, is dat er duidelijkheid is. Ik denk dat je speelt gewoon 2 matchen tegen iedereen. België en Nederland, er is geen Golden League, of Elite Gold, sorry. En Elite Silver niet meer. En je moet niet gaan uitleggen. Ja, je moet in de top 5 zijn, dan speelt de nummer 1 tegen de nummer 1 van de Elite Silver. Allee, zeg maar iets. Dat moet je allemaal niet meer uitleggen. Er zijn nog altijd geen B-Next... playoffs niet meer. Dat vond ik ook al een heel goede verandering vorig jaar. Ja. Dus dat is voor mij eigenlijk het belangrijkste, dat er duidelijkheid is voor de mensen buiten de kenners, ik zal het zo zeggen. Ja, ik wil nog heel graag streven naar 1 playoffreeks en geen afzonderlijke nationale playoffs niet meer. Dan zijn we een echte B-Next League. Maar een voorstel daar, ik weet niet of dat er ooit over nagedacht is, maar waarom doen we geen B-Next Cup. In plaats van de gewone beker. In plaats van de gewone beker. En laat je eerst de Belgische tweede en derde klassers tegen elkaar en misschien mag daar 1 of 2 ploegen ermee instappen. En dan heb je ook een B-Next Cup winner en dan moet je de B-Next... Oh ja, of, ja, ja, ik vind... Ja, nu, ik sta daar een beetje anders in de oefening. Bij mij is dat België en Nederland zijn te klein om een kwalitatieve... competitie met 16 ploegen op hun eigen te hebben. En ik denk dat dat nog altijd het ideale format is. Hè? Nee, zo'n competitie met 14, 16 ploegen. Ik weet niet, Duitsland, hoeveel zijn er? 16 of 18? 18, zeg ik. 18, denk ik. Hè? 18. Ja, 18, ja. En spelen dan 8 playoffs? Ja. Ja, dus ja ik vind... 9 en 10 doen ook zoals in de NBA. Play-ins. Play-ins, ja. Zo, ik vind zo'n concept vind ik wel echt... als je... evenwaardige ploeg, min of meer evenwaardige ploeg. Ook daar heb je natuurlijk een groot verschil tussen de absolute top, hè, de Euroleague ploegen en dan de rest. Maar je hebt daar nu en dan ook wel eens verrassingen tussen. Hè, Frankrijk ook een beetje. Ik vind dat we daar naartoe moeten. Hè. Dus we moeten die 2 landen samengooien, dat juridisch landsgrensje uitgommen. En dan zijn wij gewoon de 16 beste clubs uit België en Nederland die in 1 competitie spelen. Dus eigenlijk omgekeerd, dus als ik het verhaal van de beker, kun je het eigenlijk de nationale beker doen en kun je een B-Next spelen. Ja, ik zou dat omgekeerd doen, ja. Oké, maar dat is bijvoorbeeld een mogelijkheid. Maar dan moet er natuurlijk nog heel hard gewerkt worden aan het upscalen van bepaalde clubs en ploegen die groei moeten realiseren. Hè. Nu, er wordt soms heel hard gekeken naar de Nederlandse clubs die te klein zijn en die moeten professioneler worden.
Maar langs de andere kant, ja, ik ben het daar voor een stuk mee eens, uiteraard. Maar langs de andere kant, ja, als we zien wat we in België soms aan financiële kerkhoven hebben gezien bij bepaalde clubs, die toch allemaal boven hun stand leven, ja, dat heb je gewoon in Nederland veel minder. Hè. Men is daar misschien een beetje financieel realistischer of stringenter. Dat heeft ook een beetje met cultuur te maken. Denk, is de overheid daar ook niet strenger? Ja, waarschijnlijk wel, ja. De overheid ook strenger is naar de financiën van die sportclubs toe, hè. Dat ook is. Dus ja, dat is ook iets wat je moet mee in de rekening houden. Dus ik denk dat we elkaar gewoon nodig hebben en dat we ons samen moeten blijven investeren en groeien als competitie en als clubs. En ik denk wel dat daar, ja, dat daar stappen worden gezet. Ik vind BeNext, hey, geen grote verrassing, ik vind dat wel een succesverhaal, maar het is nog niet klaar. Hè. We moeten daar blijven aan slijpen en aan slepen en samen gewoon constructief naar kijken. En het is logisch, als je zoiets ambitieus opzet, ja, dat dat met vallen en opstaan gaat en dat recept niet van in het begin perfect gaat zijn. Maar ik denk wel dat we stappen in de juiste richting aan het zetten zijn. Oh, ik vind dat er al goede veranderingen zijn. We zijn er nog niet, hè. Nee, maar... Dus dat is zeker, hè. Ik denk een belangrijke stap in de toekomst gaat vooral zijn, als je wilt groeien als liga, dat je vooral fundamenteel, en daarmee bedoel ik, fundamenteel sterker moet worden qua clubs. Stel, je wilt groeien als liga en je zegt van kijk, goed, we willen onze brand naar buiten brengen op Europees vlak, bijvoorbeeld. Dan moeten we daar ook op vlak van bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, faciliteiten klaar voor zijn. Als je vandaag de dag ziet, als je Champions League wilt spelen, moet je minimum 3000 man kunnen zetten. FIBA Europe Cup moet je 1500 man kunnen zetten. Er zijn heel veel regeltjes en alles, heel veel fundamentaire zaken. En ik denk dat er in de liga momenteel niet veel clubs klaar zijn voor dat allemaal te doen. Hè. En ik denk dat onder andere, dat is één voorbeeld wat ik nu geef. En ik denk dat we daar... Als we in de toekomst willen groeien qua liga, dat we op die zaken moeten inzetten. Ik denk 20 jaar geleden, als je Duitsland 20 jaar geleden zag bijvoorbeeld, ja, dat was lager als ons niveau, topclubs. Hè, moet je eerlijk in zijn. En die hebben dan een plan gemaakt. En die zijn eisen beginnen stellen, om het zo te zeggen. Die hebben een bepaalde lat gelegd. En dat is iets, zijn we daar al... Kunnen wij dat al? Zijn we daar al klaar? Want Duitsland is natuurlijk groter. Hè? Dat is anders. Maar ik denk ook dat in de toekomst, als we bepaalde stappen willen zetten, dat we bepaalde fundamenten ook gaan moeten aanpakken. Hè? Alles hangt ook altijd af van budgetten. Hè? Ik bedoel, als je kijkt in Duitsland, ja. Hè, veel professioneler. Als ik maar het voorbeeld, hè, om even in te gaan, hè, de faciliteiten. We zijn verplicht om een fitness te hebben waar je na de match moet binnen kunnen als bezoekende ploeg. Dat is allemaal... De markt moet er ook zijn. Ja, oké. Want je kunt dat vandaag opleggen, maar dat betekent dat de financiële middelen er moeten zijn. Dus om te investeren. Ja, maar dat is wat... Budget moet natuurlijk volgen. Hè. Ja. Maar ja, en de markt, het potentieel moet... Ja. Maar bijvoorbeeld 20 jaar geleden had Duitsland dat niet. Nee. En die hebben dan een traject gekozen. Die zijn ook begonnen. Net zoals de BeNext nu begint. Hè. Maar ik vind dat wel van... Maar je hebt wel een punt, natuurlijk. Competitiegewijs ben ik akkoord van, we moeten zoeken wat is de juiste competitie. Maar voor mij, en dat is... Ik kijk vanuit coachperspectief. Nee, maar als je het niet oplegt, gaan de mensen er nooit naar streven. Ja, dus in die zin... En dat is wat ik wil, en dat is wat ik wil zeggen. Ja. Dat is wat ik wil zeggen van... Er gaat wel een moment moeten komen, als je groei wilt realiseren, dat je bepaalde zaken gaat moeten opleggen. Er gaat moeten komen van, oké, kijk, uw zaal moet zoveel man kunnen zetten. In uw zaal moet er een fitness zijn. Dat gaat op bijvoorbeeld in uw club moet een bepaald aantal van de sportieve mensen op payroll staan. Dat gaat moeten komen, als je wilt groeien. Dat is al een bereiste, hè. Ja, als de liga wilt groeien, moeten eerst en vooral de clubs groeien. Ja, en vergeet niet, hè, ik blijf dat herhalen. De liga, dat zijn de clubs. Hè. Ja, dus 1-1 is 2. Hè. Daarom dat ik zeg, dat is... Ik bekijk dat... Ja, ik heb een andere hoed op. Hè. Ik bekijk dat vanuit... Ja, nee, maar dat is... Ik bekijk dat anders dan u. Hè. Je hebt een andere insteek, maar in die end willen we toch allemaal hetzelfde. Hè. Dus je wilt dat groeit. Hè, bij ons zal het iets trager verlopen als bestuurder, of, omdat je meer zicht hebt op financiële realiteiten. Maar het is logisch dat een sportieve staf vanuit sportieve ambities oplegt en verwachtingen op groei legt. Dat is logisch.
En dat, in die end willen wij dat ook. Alleen kunnen wij niet anders dan dat soms trager realiseren, omdat er financiële realiteiten zijn. Maar in die end willen wij... Als uw staf iets vraagt, ja, je wilt ook zoveel mogelijk faciliteren. Alleen moet je soms nee zeggen, omdat Maar dat gaat. Ja. Dat is de realiteit. Daar zijn we ons allebei ook bewust van. Maar dat is, ik vind wel, van, het is een streefdoel. Ja, het is iets van, wij als coaches gaan altijd natuurlijk meer willen. Omdat we hebben ideeën, je bent jong, je bent ambitieus, je wilt vooruit, je ziet dat ook. En dat is goed. Oké, goed, dat is niet altijd dadelijk realiseerbaar. En kleine stapjes zijn ook gestappen, hè? Dat is ook vooruit. Hè? Dus daar moeten we heel realistisch in blijven. Het zijn gewoon punten die wij moeten blijven bekijken. En er gaat een moment komen. Voor mij bijvoorbeeld, branding is heel belangrijk. Maar hoe doet je branding bijvoorbeeld? Hoe krijg je attractieve spelers in je liga? Hoe krijg je... Dat is geld. Daar moet je eerlijk in zijn. En dat is een heel grote uitdaging. Maar daar heb je ook in van, ja, hoeveel clubs spelen Europees? Hoe zijn je faciliteiten? Hoe is je care? Hoe is alles? Maar ook de duidelijkheid van de competitieformats. En de duidelijkheid, dat is echt... Hoeveel vragen dat ik daarover krijg, nu is dat echt gewoon duidelijk. Nu weten ze het, ja. En anders is het altijd van, ja, maar hoe zit dat in elkaar bij jullie? Ja, maar we zitten nu met een volgende topic. Hè. Dat is play-offs, hè. De nationale play-offs. Ja, we zijn met 10 Belgen, 9 Nederlands. Mm-hmm. Ja, in Nederland zeggen ze, ja, wij spelen met 6 play-offs. En ja, voorlopig, hè, tussen aanhalingstekens, spelen wij met 8. Ja, ik vind het persoonlijk beter om ook met 6 te gaan. Dan heb je het in beide landen hetzelfde. Mm-hmm. En dan heb je weer duidelijkheid. En ik vind wel dat de breedte qua ploegen, kwaliteit dan, in België wel breder is. Mm-hmm. Dus ik vind 8 nog altijd een mooi... Allee, ik vind dat een goed getal. Voor het aantal ploegen dat we hebben, vind ik dat niet echt slecht. We hebben maar 10 ploegen, hè. We vallen maar 2 ploegen af. Ja. Ja, kijk, ik vind voor allebei iets te zeggen. Puur het concept van 6 of 8, ja, het heeft zijn plussen en zijn minnen allebei. Ik vind het een nadeel dat als je met 6 speelt, dat nummers 1 en 2 moeten wachten. Ja. Dat is absoluut een nadeel, vind ik. Dat is ook weer geen gelijkheid. Je kunt naar een play-in systeem gaan. Hè? Ja. 5-8, 6-7. Ja. Dat is ook een mogelijkheid, ja. Dan. Maar het mooiste is wel nog altijd van inderdaad waar je naartoe wil streven, is dat je 1. Ja. Dan kun je met 8, en dan is het mooi, hè. Dan heb je terug gelijk het vroeger was. Nu 6 of 8, ik vind een België 8. We zitten sowieso met een over, nog altijd, het zal terug een stukje overgang zijn, want er valt toch een ploeg af. En waarschijnlijk gaat er terug een jaar evaluatie komen, hè, op het einde van het seizoen. Dat is nu eenmaal zo. Het enige wat ik raar vind, wij hebben geen Supercup. Is dat niet al even? Ja, maar in Nederland wel, hè. De Belgische is al even afgeschaft, hè. Ja, ik denk 2 jaar, denk ik, ja. Hadden we alleen nog de... Waarom doen wij dan niet meer? Goeie vraag. Nederland is volgende week, hè. Supercup. Ja. Hadden we ook geen B-Next Supercup? Is dat dit jaar nog? Ik zou dat moeten weten, maar... Ja, dat is daarmee dat ik het vraag, omdat ik het gezien had. Nederland is 11 september is de Supercup. Leiden-den-Bosch. En ik had zoiets van, oei, missen wij iets? Want wij doen dat in België niet meer. Nou ja, dan hadden we. Want jullie hebben dat gedaan, hè? 2 jaar geleden? 3 jaar geleden? Dat is langer, hoor. Hebben wij de Supercup nog gespeeld na onze eerste bekerwinst, denk ik niet? Jawel. Nee. Jij hebt Supercup gespeeld. Met 7 jaar geleden heb je de Supercup gespeeld tegen met Oostende. Met Elias was hij op de buzzer. Dingen. Is het Elias niet? Die nee, wegvalt die, en... Die center. Die zotte center, John Myers. Myers, ja. Mike Myers. Die en... Maar nu zag ik het, verschijnen. Ik zeg, in Nederland. Mm. Hebben ze het wel? En we hadden nog een B-Next Supercup, maar die is volgens mij dit jaar ook niet. Maar ik heb ook een vraag voor u. Hè? Je bent een van de founders van de B-Next. Ben je tevreden na 3 jaar? Ik moet zeggen dat ik tevreden ben over... Dat het er staat, dat we ondanks alle crisissen, hè, want het is met corona geweest, het is dan, hè, vergeet dat niet, het verlies van de hoofdsponsor met Bed First die wegviel omwille van allerhande wetgevende perikelen. Dat was eigenlijk een Nederlands dossier, hè, waar ze
tegen alle verwachtingen in een licentie voor Nederland niet kregen. En dat was de oud in hun contract. En dan vond men het in België ook weer nodig om Cavalier Soul te spelen en reclame te verbieden in sportwedstrijden, ja, waar we quasi alleen in staan in de wereld. Dus ja, gelet op al die issues die we hebben gehad en de financiële problemen waar clubs en ligas mee geconfronteerd zijn, omdat er ook naast algemene globale crisissen, maar ook gewoon heel veel economische crisissen zijn geweest, waardoor bedrijven hun bedragen of hun sponsorbedragen ofwel gewoon schrappen of drastisch verminderen. Ja, dat we er vandaag nog altijd zijn, ja, dat vind ik wel een succes. Okay. Het heeft wel heel veel energie gekost, dat moet ik wel eerlijk toegeven. Op het einde van het afgelopen seizoen was het bij mij wel... Allez, ik zal het zo zeggen, de zomer heeft deugd gedaan. Maar toen was het bij mij wel even op. Maar de vergroting van de markt... Allez, want uiteindelijk twee competities samen, daar had je misschien wel... Sneller, ja, ik had sneller tractie verwacht. Return of zo, of grotere sponsors. Of... Ja, maar het is gewoon een moeilijk speelveld geworden, hè, sponsoring of partnerships. Ik zeg het, bedrijven en heel veel speelgebieden, hè, zij het bouw, zij het, ja, noem het allemaal op, horeca of wat dan ook, hebben gewoon heel veel crisissen gekend. Er is heel veel economische recessie. Ja, mensen, dat is het eerste wat ze schrappen. Hè. Dus de enige sector die nog bereid is zwaar te investeren, is de goksector. Want het is jammer, hè, want als je ziet, we hebben, ik denk basketbal zit qua beleving op top momenteel, ja. Ook in België. Ik zag gisteren de pauze van Basketbal Vlaanderen, meeste leden ooit, ja, ja. Rond de 56.000 of 58.000 leden. En dan denk je, oké, de sport zit in de lift, het is meeste ooit, het is populair en dan toch zijn... Wat ik niet tegen kan, is de permanente negativiteit rond alles. Maar dat is, mensen vinden het zo fijn om te bashen op BeNext. Maar dat is geen, gelukkig geen monopolie voor de basketbalfan of zo. Maar waar ik het echt van krijg, is dat men altijd alles onder de loep legt en men zeurt de kwaliteit gaat naar beneden. Wat is de meerwaarde van de Nederlanders? Ja, vroeger speelden we tegen Real Madrid en hadden we die. Dat is lang geleden. Ja. Dat was nu Tony van den Bosas. Ja, nee. Maar dan denk ik... Racing Mac, ja. Wil je stoppen met zagen? Hè? Ofwel kom je ermee aan trekken en op een constructieve manier, want met erover te zagen is er nog nooit iets verbeterd. Hè? Iets verbetert alleen als je het vastpakt en eraan gaat werken. Dat is de enige manier. En gelukkig zijn er veel mensen die dat wel doen, maar die constante negativiteit en die gratuite bashing op alles, ja, daar geraken we nergens mee. Hè. Het is alleen met positieve ondersteuning, met realisme. Uiteraard moet er wel, als er gefundeerde kritiek, bijvoorbeeld de kritiek op de formule, ja, die was terecht. Hè. Ja. Dat heeft ook nooit iemand ontkend, dat daar moest aangeschaafd worden bij het lanceren. Hebben we zelfs gezegd, van, ja, dat gaat moeten herevalueren. We gaan dat terug onder de loep moeten nemen, dat gaat moeten aangepast worden. Maar ja, gewoon in een vergadering, of op Twitter, of op Facebook, komen zij, het is allemaal slecht, ja, daar kan ik niks mee. Daar kan ik echt niks mee. Gewoon mee aan tafel zitten. Je wilt dat er moet iets constructiefs aan gekoppeld worden. Ja, voilà. Daar ben ik het ook mee eens. Ik heb echt zoiets van, zeg, dat is niet goed, maar misschien kunnen we het zus of zo doen. Daar kun je iets mee. Dan zeg ik, goed, eens of niet eens... Misschien moeten we dat... Dan kunnen, en daar kun je iets mee. Maar met gewoon zeggen van... Maar jongens, toch. Ik heb eerst naar de Olympische Spelen gekeken. En dan heb ik... Nee, de Olympische Spelen is een slecht voorbeeld. Ik heb eerst Euroleague gekeken. En dan heb ik naar BeNext gekeken. Amai, dat zijn juist twee verschillende sporten. Ja, hallo, dat had ik op voorhand ook kunnen zeggen, hè, vriend. Allee, bedoel, als ik naar mijn provinciale voetbalploeg ga kijken, dan Real Madrid, is het ook niet hetzelfde niveau. Hè. Budgetten zijn ook anders, hè. Tuurlijk. Allee, dus je moet wel, als je liefde en passie voor die sport hebt... En je wilt dat dat in ons land beter wordt, ja, dan gaat je wel moeten constructief je opstellen. En dat is iets wat ik, als ik één ding het moeilijkste mee heb gehad de afgelopen twee jaar, zeker na toen Bet First zich terugtrok, was het dat. Zo van, het is allemaal slecht en het is allemaal de fout van de liga. Ja, sorry, zo werkt het niet. Kom dan mee aan tafel zitten en trek mee de kar. En vooral formuleer dan uw begin van oplossing. En ja, dat is iets... Maar goed, ik zeg het. Dat is iets wat je bij verandering ook veel ziet. Hè.
je hebt altijd mensen die tegen de verandering zijn. Maar dan kunnen ze het argumenteren, kunnen ze ermee om, kunnen ze iets brengen. Ik ga niet zeggen wie, maar jij weet wie. Ik heb dezelfde mensen die, toen we alleen België hadden, zeiden van, ja, het is altijd dezelfde ploegen, en we zijn het beu, en trekt op niks. En we moeten die dringend iets veranderen, en dan spelen, en we hebben te weinig matchen. En dan verandert het, dan gaan we naar het Nederland. En 3 jaar later durft hij je zeggen, het was vroeger allemaal veel beter, en toen zaten de zalen vol. En, en ik kon 3 of 4 keer tegen Oostende spelen. En ik zeg, meet je dit nu? Zit je me nu aan het uitleggen of wat? En zo, bedoelt je? 3 jaar geleden zeg je exact het omgekeerde. Hè? Ja, dan stoppen we mee wel. Hè? Nee. Oh, nu ben ik misschien aan het ranten, maar nee, ja, kan ik kan daar niet zo goed mee. Dat kan ik wel. Het enige wat ik gewoon jammer vind momenteel is, als je ziet hoe de sport in de lift zit. Ja, ja. Als je ziet en dat je dan... We weten dat bij ons ook. Het is geen evidentie, hè, om sponsoring te vinden. Hè. Dus ik zie bij ons hoe er gewerkt moet worden. Dat is waanzinnig. En ik denk, in Leuven gaat dat niet anders zijn. Bij andere clubs gaat dat niet anders zijn. Er moet enorm gewerkt worden voor wat er vandaag de dag is. En dat vind ik gewoon jammer, dat wij niet... Ik kom weer terug op voetbal, koning voetbal. Alle respect voor al die clubs ook, maar dan denk ik van... ja. Ik vind dat jammer. Wij zijn de sport in de lift. De beleving is heel goed. Er zijn heel veel positieve reacties op het spelletje zelf. En toch, ja, vind ik dat... Ik heb tonnen respect voor Wim van de Keren en zijn broer en voor Tom. Hè. Dat was die man, wat die twee aan uren kloppen voor de BNX League. Als we die twee mannen niet hadden, hè, gewoon eens een shout-out naar die gasten, hè, dan lag dat op zijn gat. Hè. Ik ken niemand die harder werkt... en die zoveel shit over hem krijgt als Wim van de Keer. Dat die gast blijft doorgaan, dat is eigenlijk ongelooflijk. En dat is dan, denk ik, hij zal dan veel hebben aan bepaalde mensen rond hem, hè, met wie hem een keer kan aflopen en waar hem dan steun voelt en zo. Maar zo, dat is dan ook weer zo typisch Vlaams of Belgisch. Ja, die krijgt shit. Allee, die krijgt niet alleen shit. Hè. Er zijn ook wel mensen die hem goed werk levert, hè, vooral door de kent. Maar die krijgt heel veel shit. In plek van dat we zo iemand ja, koesteren en positief engageren en ondersteunen, ja, dan, allee, want, ik bedoel, vind ze maar, hè, die 7-7, want dat is het, hè. Ja. 7-7, hè. Het is in de week werken en dan is in het weekend zijn de matchen daar. En dan moet je ook full-on zijn. En dan is het tussenseizoen en dan moet je eigenlijk je seizoen voorbereiden. Ik bedoel, dat is nu eenmaal zo bij een club. En bij een liga is dat eens zo hard, hè. Ja. Maar, dat was een heel uitgebreid antwoord. Ja, ben ik tevreden? Ja. Ik wou nog vragen wat de toekomst brengt, maar daar zullen we niet over beginnen. Want... Je merkt dat ik wel, hoewel ik soms zo zeg van... Allee, het vergt veel energie, maar ik heb... Allee, gelukkig haal ik er ook nog wel heel veel energie uit. En ik kan niet aan de kant staan. Hoewel ik het bijna heb gedaan op het einde van het jaar, niet bij Limburg United, maar bij de Liga, en zeg van, ja, het is tijd voor andere mensen, voor een keer een nieuwe kijk. En ja, toen de nieuwe voorzitter van de BNext en Wim hadden toch duidelijk aangegeven dat ze wilden dat ik erbij bleef. Dus ja, dan doe ik dat ook graag, want ja, dan zou ik eigenlijk doen wat ik anderen verwijt. En als ze aan de kant gaan staan en dan zeg je, doe het nu maar eens. Maar ik vind dat ik de afgelopen jaren wel veel heb gedaan. Of het dan allemaal de juiste dingen zijn, dat laat ik in het midden. Maar in ieder geval met de juiste intenties. En ja, we gaan dan nog proberen een paar jaar te doen. Totdat we het gevoel hebben dat we in de buurt van een Duitse BBL-liga komen. Hè. Maar dan gaan we onze markt moeten verruimen en ons territorium ook gewoon. Hè. En dan gaat het niet gebeuren met ons puur als België-Nederland te zien. Dan gaan we het ons als B-Next moeten zien. Daar geloof ik wel heel hard in. En de clubs ook blijven pushen, hè. Hoe moeilijk het ook is. Maar... Ja. Ja, dus dat is wat ik bedoel. Want ik zeg niet dat je BBL moet worden. Hè. Begrijp mij niet verkeerd. Maar ik denk wel, het is een mooi verhaal wel. Het is een mooi voorbeeld. Bij onze buren. Het is een heel mooi verhaal bij de buren en die know-how die daar zit, al is het 10% dat we kunnen overnemen, die ons kan versterken. Zelfs is mooi, die Duitse tweede klasse. We zijn al een uur bezig. Nee, maar ik zeg nu... We hebben nog niks over de Phoenix. We hebben nu... Ik zeg nu maar... En dan stop ik erover. Maar kijk, het weekend, 2 Pro-A-ploegen gespeeld. Ja, eigenlijk moet je zeggen dat die Pro-A-Germany ons al aan het inhalen is, hè? Ja. Als het dan niet is. Ja. Want als ik zie, bijvoorbeeld in Hagen en Trier, naar ontvangst, naar faciliteiten toe, naar budget toe, alles daar rond, de omkadering.
Amai. Ja. Trier. Ik was enorm onder de indruk, hè, van alles. Hè. Ja, maar in Hagen ook. Hè. Hagen, nee. Prachtig. En dan, ja, dat, wij zeiden vroeger, oh, Duitse tweede klasse. Sorry, dat is momenteel dat is een liga om u tegen te... Ik snap dat er... soms stelt je de vraag zo een paar jaar terug, van, waarom worden daar spelers gezet en hoe komen die er? En dan nu, vandaag de dag, zeg ik van, ik snap dat. Maar dat is ook gewoon te maken met het feit van hoe graag die pro-A-ploegen allemaal naar de BBL willen. Hè. Ja. Want eens in de BBL is het kassa. Hè. Ik bedoel, ja. TV-rechten, ja. Sponsorships. Oké, er komt wel wat bij kijken om je zaal uit te breiden en zien dat je aan alles voldoet, maar... Al die pro-A-ploegen waar je met coaches spreekt, die zeggen van ja, die druk is hier enorm. Hè? Want we willen opgaan. Hè? We willen opgaan. Die leggen de lat hoog. Heb je daar een idee van budgetten, zo'n Trier, wat die hebben? Ik denk dat staat bovenop. Ja. Waarschijnlijk. Ja. Ja, maar ook daar ligt het bruto bedrag dat een Amerikaan moet verdienen lager. Ja, hè? Ja, lager. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar Duitsland spreekt gewoon aan. Hè? Ja, natuurlijk. Ja. Pro-A, dan zet je dicht bij de BBL. Hè? Ja, maar en dat moet je ook meenemen. Hè? Duitsland heeft ook een heel andere sportcultuur als België. Ja. Dat is ook niet... We praten nu wel over financiën, maar het gaat ook over cultuur. Zelfs in Nederland, vind ik, de algemene sportcultuur is veel groter dan die van België. Hè. Daar wordt veel meer ingezet op de fundamentele zaken van sporten, algemeen. Hè. Ik heb nu niet over basket even. Zit sporten daar in het onderwijs meer in Duitsland? Dat weet ik eigenlijk niet. Duitsland heeft een speciaal opleidingssysteem. Ja. Dat nog zo is het gymnasium-type. Dat is les. Dat is, ja, maar dat is ook. Dat is gelijk wij een ASO zouden hebben, maar dat is les tot een bepaald uur in de middag. Hè. Tot 2 uur, dan is dat gedaan. En dan hebben die tijden. En dan wordt daarin gezet op sport, op leren, alles. Dat is een heel. Ja, daarom dat ik zeg, dat is cultuur. Hè, wij gaan nog altijd van naar bijvoorbeeld. Als je 16 bent, gaat je naar school. Om 8:30 begint school, om 4 uur is school gedaan. Dan kom je thuis en dan moet je gaan sporten. Ja, dan hebben die Duitse studenten al lang hun sport gehad. Die hebben, daar zit een heel ander systeem. Dat is cultuur voor mij. En dat is, ja. Maar dan, als je daaraan moet gaan beginnen, ja, dan moet je een heel mentaliteit van een land gaan veranderen. Hè. Dan moet je ook gaan inzetten op. Ja, dat is wat gezegd. Cultuur, maar ook politiek. Hè. Alles. Tuurlijk. Daar begint het al mee. Ik denk zelfs, ik denk dat er in Duitsland en in Nederland, ik weet niet hoe het juist heet, maar ik denk dat daar aparte afdelingen ook zijn in de overheid, puur gericht op enkel sport, op topsport. Bij ons is sport, dat wordt samen topsport georganiseerd door vrijwilligers en ouders. De gemiddelde sportclub draait op vrijwilligers en ouders. En de subsidies zitten allemaal bij federaties. Punt. Dat is de realiteit in België. En als er een keer iets bovendrijft op topsportniveau, dan is dat heel vaak te danken gewoon puur aan het individueel talent. Ja, en de talentdetectie is niet structureel. Want, dat is een heel ander onderwerp. Talentdetectie, topsportscholen, daar kunnen we ook nog een uur of twee over babbelen. Dus, maar goed, dit als inleiding voor onze draft. Ja. Ja, maar we zouden nog uren, denk ik, een goed idee. Er stond in de uitnodiging. Maar dat is als je met coaches daarover begint te praten. Hè. Coaches hebben daar nog een heel ruime blik op. We zijn nog niet over spelers. Op hoe ligas kunnen zijn. Dan gaan we over spelers hebben. Ja. Anders moeten we de coaches eens naar de raad van bestuur komen met hun input. Nog een paar zaterdagen vrij. Geen probleem. Ja, het is een idee, ja. Het is een idee. Wat ik had als idee om een beetje, ja, als inleiding voor de B-Next of een... vorige keren, met onze vorige podcast, hebben we al een keer een vooruitblik op de competitie gedaan en de ploegen overlopen. Maar met coaches is dat een beetje gevaarlijk, denk ik. Of dan gaat je toch een beetje u moeten inhouden. Dus ik dacht, dat gaan we niet doen. De eerste twee afleveringen van de Corner 3 hebben we telkens een draft gedaan. Ik dacht, wat als we nu een draft doen over waarin we 5 spelers elk in de kijker zetten, waar we misschien veel van verwachten of waar we naar uitkijken. Dus ik heb daar 3 regeltjes bij verzonnen. Dus we gaan draften. Ja, en de draft is, als 1 speler is gekozen, mogen de andere 2 die uiteraard niet meer nemen. Ook niet op een andere positie. Je moet minimum 1 speler nemen aan de Nederlandse zijde. Je mag maximum 1 uit je eigen ploeg nemen. En je moet minstens
Maar dat gaat geen probleem zijn. Nieuwe spelers die vorig jaar niet actief waren. Twee, ja. Dus minimum één een Nederlander, maximum één van uw eigen ploeg en twee moeten freshly new zijn in de B-Next. En we gaan beginnen met de point guard positie. En ik heb zo'n appje. Om te zeggen wie mag beginnen. Ah, ja, dat zal wel zijn. Niet dat dat nu zo heel... Ik ga dat gewoon verzinnen. Hè. Ik mag beginnen. Goed. Toevallig. Succes. Toevallig op je eigen app mag je beginnen. Het is wat het is. Soms heb je geluk in het leven. Volgens mij stond daar 10 keer Maarten en 1 keer... Ja, ik wou net zeggen. We staan nog altijd Toon, Jordi en Aram. Precies, onze namen staan er nog niet eens tussen. Ik ga dat direct aanpassen. Maar ik ga eerst mijn... Je zullen wel neerschrijven wie dat hij heeft genoteerd. Ja. Maar ik denk niet dat ik... ik heb eigenlijk voor elke positie heb ik 3 namen gekozen. Dat is vrij logisch en dat is grappig. Dus ik ga eigenlijk mijn derde keus nemen. Omdat ik... Toen ik er op doorging en begon te researchen, dacht ik, oeh ja, ik vind het moeilijk om aan de Nederlandse zijde een speler te vinden waar ik echt van overtuigd ben. Om de een of andere reden, ja, waren daar minder namen die in de kijker liepen of zoiets, vond ik, qua achtergrond. Of van de nieuwe dan, hè, bedoel ik, van de nieuwe spelers. Maar dan heb ik toch een gevonden op de guard bij Leiden, die een Aaron Cook. Die ga ik nemen, dan heb ik in een of andere met een Nederlander van de baan. Had je hem ook, had iemand hem op de lijst? Nee. Nee. Ja, ik vind dan interessant profiel. Is wel al 27. Heeft denk ik 4 jaar, heeft 6 jaar college gedaan. Toch redelijk lang is. Southern Illinois heeft hij gezeten, maar die heeft dan 1 jaar Gonzaga gedaan. Het jaar dat ze de finale van Baylor hebben verloren. En daar zat hem toch bij Andrew Nembhard en Jalen Suggs in de ploeg. Hij speelde daar niet zo heel veel, hè, vooral duidelijkheid. Maar heeft wel in die final game en zo in de tournament heeft hem daar toch al minuten gepakt. Baylor was vooral een beter ploeg, denk ik, toen. Devin Mitchell zat daar wel, van de Kings nu. Dus lange college carrière. Dan is hem vorig jaar begonnen in... het is zijn derde jaar pro. En zijn eerste 2 jaar heeft hem elk jaar veranderd van ploeg. Dus dat is wel iets, dat is meestal een red flag. Hè. Ja. Maar vorig jaar snapte ik het nog wel, Kosovo. En dan is hem naar Bremerhaven, Pro-A Duitsland, gegaan. Hele stevige jongen. Zijn zwakte is wel een beetje zijn shot, denk ik. Maar ja, toch vorig jaar. Dat is zondag een 50%. Dus. 13 puntjes. Je kent die scouting. Mocht je niet zeggen. Ja, 27% vorig jaar. En dit jaar had hem in Bremerhaven, ik weet niet hoe Bremerhaven het gedaan heeft vorig jaar, dat heb ik nu al niet opgezocht. Maar 13-5 had hem toch. Ja. Er zijn betere guards, hè, voor alle duidelijkheid. Is het de bedoeling dat we ook nu over de ploeg waarin je gaat spelen iets zeggen? Of, dat mogen ze af. Komt elke ploeg ook nog aan bod op het einde? Nee. Maar we kunnen daarover freewillen. Dat laat ik vrij. Okay. Want ja, we hebben al een uur inleiding gehad, dus dat maakt me niet zoveel uit. Dus als Jordi s'avonds in slaap valt, dan moet even porren. Nee, ik had eigenlijk op 1 had ik Zagarowski van Oostende. Dat was eigenlijk, maar ja, die gaat waarschijnlijk nog wel aan bod komen. Dus voor mij, ik ga voor... Aaron Cook van Leiden. Oké. Okay. Daar komt de app. De app. En ik ga dat gewoon... Als tonus is het rij, hè. Is dat gewoon ongelooflijk? Dat weet ik. It's rigged. Ja. Ja, rij. Ja, ik heb... ik heb Marcus Zagarowski. Ja, oké. Okay. Had ik staan. Verwachten we daar allemaal het meeste van? Ik vind het een hele interessante achtergrond, hè. Creighton. En dan vorig jaar in Cremona. Ik vond... ik heb ook wat clips gekeken van hem. Een goed shot op de point guard. Goede decision maker. Ik vind een mooie bouw. Gedraft zich. Iemand die ook bij de huisstijl. Vandaar heel past qua PG. En een heel sterke pick-up van Oostende, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik heb 1 vraagteken bij hem. Ik denk dat hem heel baldominant is. Hij deed mij een beetje de vele betere versie van Nick Thompson. Vele betere versie, vooral de.
Wat een vergelijking. Dat is een... Het trok er een beetje op. Dat is... ja, ik weet niet... Geen commentaar. Ja. Dat... Ik moet zeggen... Om zo... Creighton, nu Cremona... Ja, nee. Om zo iemand nu op de Belgische velden te zien, zelfs als coach... Ja. Dat zegt veel over de reputatie van Oostende. Ik vind dat... Waar ik mijn twijfels over heb. Over wat? Over het feit dat hem heel baldominant is. Ah. Maar ik wil... Allee, er zal nog wel een speler van Oostende aan bod komen. Maar Amat was dat, dachten we ook, vorig jaar, en dat werkte toch. Hè. Ja, maar hij was uiteindelijk ook heel baldominant. En ik denk niet dat dat het meest favoriete speler was van coach Dario. Nee, maar je gebruikt hem wel op de momenten. Ja, hij wint wel... Ik zeg niet dat hij alleen het kampioenschap wint, maar hij is een heel grote aandeel. Maar ik denk, als die ballen er niet in vliegen, dan denk ik dat er heel veel over en weer geroepen gaat worden. Ik kijk er wel naar uit. Dus om tegen zo iemand te coachen, je moet denken, dat is voor mij dat is toch een hoog niveau wat we hier op de Belgische velden gaan zien. En om daar tegen te coachen, dat is challenging. Ja, nee, 100%. Maar dus wat ik wou zeggen was over Oostende, ze hebben echt... Heel goed gerekruteerd. Ongelooflijk. Het 1 is... tot en met 3 vind ik waanzinnig. Ja, maar het is echt... Het is, ja, ze hebben weer zo lang gewacht, maar ja, echt waar. Ja, ik heb er zelfs, denk ik, 3 op mijn blad staan. Ja, goed. En waar ik eigenlijk gewoon over wou zeggen van... 1 tot en met 3 hebben we gewacht. Ik denk dat het van de laatste... Allee, voor ik zover ik ze zie, van de laatste 3 jaar, denk ik dat dit de sterkste ploeg is van Oostende. Ik ben het daar helaas mee eens. Ja. Nee, ik dacht echt, Windrose wordt aangekondigd. Je ziet wat signings van Antwerpen komen. En ik dacht, het is misschien het moment. En dan zie je die aankondigingen van Oostende. En ik denk, nee. Het moet nog allemaal pakken, hè. Maar op papier denk ik dat we weer naar een dominant seizoen van Oostende gaan. Als ze gezond blijven en de mayonaise pakt. Het zal ons als coaches zijn om een remedie te vinden. Ze gaan niet onklopbaar zijn, maar ik wil zeggen, het is indrukwekkend wat ze hebben binnengehaald. Dus, ja, chapeau. Oké, maar dat is ook weer met Champions League. Want ze blijven beweren dat ze nog altijd minder budget hebben. Maar, Als ik weet ongeveer wat die Zegarowski vorig jaar in Italië opraapte, dan is ons budget toch half op. Ja. Nu, even ook ter verduidelijking. Ik heb bewust de keuze gemaakt om geen spelers van mijn eigen ploeg te pakken. Geen enkele? Nee. Alhoewel ik wil. Begrijp mij niet verkeerd. Ik wil heel graag. Maar ik heb die keuze gemaakt van niet. Ik heb me er ook niet op gefocust. Want ik geef dat gewoon even mee. Maar er zijn wel... Bijvoorbeeld, ik ga dat eerlijk zeggen op de 1. Jaron, ik geloof daar enorm in. Ik kijk daar enorm naar uit. Ik kan op elke positie Eli en zo. Ik kan iedereen kiezen. Ik kan Jonas ook nog kiezen. Maar ik dacht Cliff ging als nieuwkomer. Als nieuwkomer. Cliff. We weten hoe Cliff is, dus my guy. Hè. Maar nee, ik geef dat even ter verduidelijking. Ik heb die bewuste keuze gemaakt om dat niet te doen. Dus. Allee, Mitch. Ja. Ik ga het risico nemen om toch niet mijn keuze uit Nederland te kiezen als eerste. Dat was? Justin Kier. Ik had hem ook opgezien. Ja, maar eerst en vooral, dat is weer zo'n tweener. Zal ik hem toch pakken? Dat is een combo. Ja, ik zal hem toch pakken. Nee, moet jij weten. Omdat ik gezien heb dat mijn andere keuze... ik ga het anders zeggen. Ik had ook Jo van Buggenhout opgeschreven. Omdat ik heel benieuwd ben... het tweede jaar, confirmatie. Derde jaar al. Ja. Maar daar hebben we het al over gehad. Dus die zal ik niet pakken. En dan heb ik even gespeakt op uw bladje, Ray. En... Mijn tweede keuze staat ook op uw blad. Ja. Is Conley Garrison. Ja. Omdat ik dan een heel sterke signing vind. Dat is ons aangeboden, man. En je moest hem niet. Ik weet van niks. Maar dat denk ik dat een beste transfer is van ons. Maar dus Justin Kier. ik heb hem van heel nabij gevolgd. Wie pak je nu? Justin Kier. Ja. Ah, van Den Bosch. Ja. Ik heb hem van heel nabij gevolgd, want hij stond heel hoog op mijn lijstje. Ja. En ik heb hem uiteindelijk niet gepakt, omdat ze hem verkochten als 1-2. En ik niet overtuigd ben dat hij een 1-2 is, maar meer een 2-1. En ik weet van Den Bosch dat ze hem als 1 gepakt hebben.
Dus ik ben echt heel benieuwd, want ik zie er echt een heel goede score in. Ja. Ja, G-League heeft niet alles getoond in de G-League wat hem, denk ik, kan. Ja, ik ben echt heel benieuwd. Ook in het systeem van coach Braal. Toch redelijk systematisch. Ik ben heel benieuwd hoe hij zich daar gaat inpassen. Maar als hem kan ontploffen, dan hebben ze daar een hele dikke transfer mee gedaan. Ik heb hem opgeschreven. Ja, ik heb hem als combo opgeschreven. Ja. Die viel mij ook dadelijk op. Toen ik die signing zag en ik ging kijken, ik had dus iets van wauw, Den Bosch. Zij is echt een hele mooie speler. Ja. Oké, okay. Dan gaan we naar de shooting guard. Ik zal even met een randomizer. Waar ik 6 keer in sta en jullie elke ene keer. Rij mag beginnen. Ik heb er ook 3 opgeschreven. Ik ga dadelijk voor, ik ga voor Chase Oddich gaan bij Oostende. Dus een tweede Oostende speler. Ik geef het maar even mee. Ja. En ik heb die dus op de 3 staan, want ja, volgens mij kan die er ook op de 3 spelen. Maar zoals ik zei, ik kan ook iemand van bij United zelf nemen. Maar ik, ja, ik vind een indrukwekkende signing gewoon. Capital City, Windy City gespeeld. Defensive Player of the Year geweest in de Big Ten. Ik ben daar Big Ten, wat een schitterende conference is in de state. En daar gewoon ook weer voor op de Belgische velden te zien. En het is ook weer iets waar ik naar uitkijk om tegen zo'n dat type speler te coachen. Om daar oplossingen tegen te vind ik echt prachtig. Ik had hem ook. Jij ook? Ja, ik op de 3. Op de 3? Ja, ik had hem op de 2. Ja. Ja, dat is ook weer zo. Ik denk dat ze bij Oostende in hun recrutering heel flexibel. Polyvalente, dat is het juiste woord. Spelers hebben gekozen. Want ze hebben ook een 3-4. Die staat ook op mijn bladje. Nee. Het ziet er echt een sterke beer uit, jongen. DJ. Ja, ook die heb ik gevolgd. Maar was net iets te duur. Oké. Okay. Eens kijken wie als tweede mag. Nog eens rij. Dat gaan we niet doen, hè. Ja, ik had er nog niet bij. Zo, mij. Dan ga ik voor Tucker Richardson. GTS 2. Dat is omdat ik iemand anders op de 3 wil. het is meer dan 3, ik weet het wel, maar ik. ik wou hem gewoon even. Ze maken er niks uit, hè? Nu kan op de 2. Een beetje traag, maar. Ik vind hem een goede speler. Ik wil die gewoon in mijn ploeg. Ik dacht dat je die in je ploeg ging hebben. We wouden die ook. En toen, ik denk dat we te vroeg waren. Enfin, ik denk het niet, het was ook zo. We zaten eigenlijk redelijk vroeg te kijken naar dat profiel. Hè. Dus zijn eerste jaar, hij gaat nu zijn tweede jaar in, heeft getekend bij Brussels. Vorig jaar kampioen in Finland, bij Nokia. Hele mooie collegecarrière gehad. Vorig jaar een beetje de doerrol, denk ik, bij Nokia. Ze hadden wel een goede ploeg, hè, maar hij was wel centraal figuur, 16 punt. 7 reboundjes, 5 assists als forward. Niet slecht. Het enige wat me een beetje opvalt is zijn free throws. 52% vorig jaar. Gaat ook weinig naar de vrijworplijn. In college blijkbaar ook. Heb ik eens nagekeken. Dacht, is dat een beetje een vloek vorig jaar. Maar raar voor een gast die 7 driepunters per match pakt en er daar toch ook 37% van binnen gooit. Vond ik een heel rare stat. No. Heel rare stat. Maar een hele polyvalente speler. En ik heb Serge toevallig gisteren aan de lijn gehad. Proficiat. Ik vond dat een hele goede pick-up. Ik was er ook heel blij mee. Dus voor mij Tucker Richardson. Beetje getrist op de 2. Ja, dat was nogthans een vraag van mij. Hè? Maar dat mocht niet. Ik ga toch voor een speler van Leuven kiezen. En niet degene dat jij hebt geschreven, het Ray. Ik ga voor JJ Overton van Vilpas in Finland. Dat is ook geen 3. Dat is een 3-2. Meer 3-2 dan Tucker Richardson in mijn ogen. Meningen kunnen verschillen. Hè. Wat is een positie eigenlijk? Coaches moeten er maar mee kunnen werken. 5 voetspelers. Ja, inderdaad.
flexibel zijn. Nee, JJ over, Overton... Over een goede vrijworp shot er... Ja, inderdaad, ja. Inderdaad. Dat is, ik denk als zijn vrijworppercentage 30% hoger lag en zijn driepuntpercentage ook iets hoger lag, dan dat hem niet in België zou spelen. Wat ik op video gezien heb, heeft hij mij bevestigd, of heeft hij ons bevestigd, in die 3 weken die we hem op training hebben. Ik wil hem niet te veel hypen, maar... ja, ik verwacht daar heel veel van. Hij is enorm atletisch. Hij heeft het wel een beetje moeilijk met de defensieve principes. Daar moeten we nog even... je ziet dat die jongen heel veel op zijn atletisch vermogen teert. En qua positiespel moet het in de verdediging nog wel een beetje beter. Meer ga ik niet vertellen. Maar aanvallend is hem heel sterk naar de ring toe. En zijn shot, ik zeg het, we hopen dat dat verbetert. En constanter wordt. En dat hij dezelfde weg op kan gaan dan een Miles Stevens en een Brian Phelps die ik mogen coachen heb. Want alleen is een beetje hetgeen waarvoor ik hem heb binnengebracht om hier door te breken naar Duitsland toe. En het is weer iemand van Vilpas. Hè. Ook Miles en Brian komen van Vilpas. Dus, wat ze heel goed... Heel veel interessante forwards, small forwards, vind ik, heb ik in Finland. Ik vind in Finland die twee, drie posities. Die in-between players, ja. Die 3-2's, 3-4's. Ik vind dat ze daar in Finland schitterend werk leveren qua recrutering. Want er zijn een paar agents die daar heel graag rookies plaatsen, omdat ze weten dat dat een goede competitie is om zich te tonen. Het is ook een leuk, attractieve speelstijl. Ja. Het is heel offensief minded, heel veel hoge scores altijd, heel attractief. En die een echte, om het zo te zeggen, een echte big gaat je daar niet vinden, traditioneel. Nee. Maar zo die in-between posities daar in Finland, dat is mooi. Hè. Oh, die hebben echt mooi profiel. Ja. Dus heel blij met Overton in de ploeg. Oh, hè. Goed. Had je nog andere honorable mentions? Ik had toch eens een van Kortrijk te noemen. Eric Reed Jr. had ik. Die had ik ook. Dat lijkt me een hele goeie. Ik ben heel benieuwd wat die Jordan Davis van Leiden kan. Ja. Die heeft in Zwitserland echt 20 punten gemiddeld in of zo. Dus. Nyon, was dat hier? Ja. En ik had ook die van dingen opgeschreven van Charleroi. Omdat ze slagen er toch weer in om zo'n kleine combo guard te tekenen. En het heeft toen de laatste 2 keer goed uitgepakt. Ik heb nu wel gezien dat die van vorig jaar nog geen ploeg heeft, maar die andere die is toch naar. Ik ben zijn naam eigenlijk kwijt van 2 jaar geleden. Robertson. Is dat Robertson? Ah, nee. Die van 2 jaar geleden. Die naar Middeldeutscher is gegaan. Ik vind toch dat ze al 2 jaar. Ja, dat is waar. Dus, ik had iemand van Leuven opgeschreven nog: Noah Friedel. Ah, die laatste signing. Ja. Een heel interessant profiel, denk ik. Ik heb zo'n beetje gekeken. Slim, intelligent, goede shotter. Ja. Ene die ook niet alleen gebonden is op die 2-positie, denk ik. Die ook op de 1 kan spelen. Het zal ook nodig zijn, denk ik. Zo de clips die ik gezien heb, vond ik... de clips die ik gezien heb, lijkt mij een hele intelligente guard, als ik zo zie. Op de eerste zicht zo. Is een rookie? Ja. Komt van JMU. Ja. Toen ik de signing zag, ik had de naam al eens ergens gehoord. En dan ga ik kijken en dan zeg ik van, heel leuk profiel, vind ik. Als ik mag zeggen met zo de voorbereiding, als je kijkt, ik denk dat, we zeggen dat Oostende exceptioneel goed weer is. Maar ik vind dat iedereen wel sterker is. Enfin, het gaat dichter zijn. De breedte. Het is breder. Ik denk. Ik kan niet zeggen van, dat gaat het kneusje zijn. Of, ik vind dat je dat met bepaalde Nederlandse ploegen, is dat voor mij lijkt het al iets uitgesprokener. Maar de Belgische ploegen vind ik... Ik heb ook de indruk... hier mogen mij op pakken als ik mis zit, maar ik heb ook de indruk dat er terug meer ingezet is op importspelers. Overall. Mm-hmm. Ja, er zijn veel ploegen die opnieuw zijn moeten gaan bouwen, vind ik. Nee, maar overal. Maar het kneusjes zou ik niet kunnen aanduiden. Het enige wat ik zou kunnen zeggen is, er zijn ploegen die iets minder breed zijn, waar niks mag gebeuren. Maar er zijn geen kneusjes. Hoor. Nee, kneusjes benoemen, maar er zijn gewoon 2-3 ploegen die iets minder breed zijn qua rotaties of spelers,
daar mag niks mee gebeuren. Maar waar de basis 6, 7 wel ook stevig van is. Ja. Dus dat is echt... Ja, dan zal er misschien weer kansen zijn. Bij ons is ook, hè, wij zijn nu... Maar ik kan niet zeggen 10 plus 2, dat is niet correct naar de jonge gasten, maar het is wel 11 en 12, zijn wel Oscar en Alexander of Kobe. Dus ja, we hebben wat, in vergelijking met vorig seizoen, qua ervaring zitten wij wat minder. Max, Anthony. Ja, dat is zo. Dat is minder ervaring. Maar wij bewuste keuze ook van met die op de jeugd in te zetten. We hebben goede jongeren. Ja, die moeten een kans gewoon krijgen. Ja, ja. Die moeten spelen. Goed, small forward. Ga nog eens spinnen. Maar hij mag weer beginnen. Hier heb ik wel een probleem, want ik heb wel twee man weg. Aangezien dat iemand... Je hebt Aaron Green. Ja, maar ik heb die niet genomen, hè. Nee. Ik had Richardson, hè, op de twee. Wie ik gepakt heb? JJ? Overton? Ja. Nee, Overton, Geodice en ik Richardson. Ja, juist. Ik mag? Ja. Niet Timmy Allen, hè. Dan heb je er drie van nog staan. Ik zou daar ook weer iemand van ons willen kiezen, maar ik doe dat bewust niet. Maar als ik moet kiezen, ik zit een beetje aan twijfel, maar ik dat gaat misschien verrassen, maar ik ga. Nou, nee, dat is niet verrassend. Tegen zit je nu bezig? Ik ben tegen mijn eigen bezig. Ik ben mijn innerlijke dialoog bezig met mezelf. Ik heb dat is niet erg. Coaches gaan dat begrijpen. Ja. Coaches praten heel veel tegen hun eigen. Lazar Mutic. Ah. Lazar Mutic bij Aalst. Ik denk persoonlijk in het systeem van coach Kasteels, denk ik dat die heel mooi tot zijn recht gaat komen. Dat is een speler die mij vorig jaar al opviel, in de goede zin. Ik vind dat is nog een jonge speler. En daar zit heel veel in. Ik vind dat is een atleet, die is size. Die is ook wel niet jong. Nee. Maar hij is wel jong. Hoe oud is hij? Hij zal 4,25 zijn. Nog niet zo oud als wij denken nog. Maar heel, heel atleet is, heel sterk. Ja, en ik denk met coach Kasteels dat hij daar die consistency kan vinden in zijn spel. Het is een kerel die hij kan posten, hij kan bewegen zonder bal, hij heeft een shot. Ik vind een hele mooie speler om te zien. Ik vond dat een hele mooie pick-up eigenlijk van Aals vorig seizoen. En ze hebben hem gehouden en ik denk onder coach Kasteels dat die wel veel gaat geven aan die ploeg. En dat wel eens een speler, een player to watch kan zijn in de competitie, hoor. Ik kan zeggen dat mijn assistent vorige week naar Antwerpen-Aalst was geweest en dat die het meeste opviel voor hem. Dus, ja. Jij mocht kiezen, Mitch. Ja, het spijt me. Ik ga toch voor Timmy Allen gaan. Die stond bij jou op blad, zeker? Ja, maar ik ging niet. Ah, oké. Ik had hem en nog een andere. Ja, om mijn verhaal van Oostende te confirmeren. Hè. Dat ik denk dat ze heel sterk gerecruiteerd hebben. En dat hij een speler is. Hij heeft in de eerste twee oefenmatchen al bewezen. Ik denk dat hij hem 2x25 of meer had. Ja, een beetje een allrounder. Alleen zijn shot. Dat is iets minder. Ja, gelukkig, hè. Ja. Maar... Dan denk ik eerlijk gezegd ook niet dat we daarover in praten waren. Dat denk ik echt niet. Nee. Dat als dat shot daarop... Heeft dan ook nog samengespeeld met Chase. Die komen van dezelfde G-League-ploeg. Ik denk dat die alle twee de couples hadden. Dus ja, dat is ongelooflijk. En ik denk dat hij ook de backup 4 gaat spelen. Maar die heeft ook echt... Hij heeft bij Utah gezeten, heeft bij Texas gezeten. Hij heeft zelfs... Een NBA speelt, ja. Ja. En ik heb gehoord dat hem toch normaler is dan zijn broer. Zijn broer is die speler die vorig jaar bij Leuven zat. Hè. Die daar doorgestuurd is na een week of twee. Ja, die was ook enorm getalenteerd, hè, maar daar was een beetje mentaal wat problemen mee. Ja, die 1, 2, 3 positie bij Oostende, dat is normaal. Hè. De 4 ook, hè, want ja, daar loopt nog altijd PAG rond. Ja, en ik denk niet dat ze echt een backup 4 hebben, dus ik denk dat hij ook de backup 4 zou zijn. Ja, en... Tas gehouden. Ik vind dat een goede speler. Dus nuttig. Ja, maar dat is geen 4.
Nee, maar als, ik bedoel, we hebben positie 1, 2, 3, 4. Hè? Ja, maar ik heb het nu over de nieuwe, jongens. Maar op die vijf, we hebben 3 vijven. Hè? Ik bedoel, Servaas weet exact wat ze moet doen. Als Harris gezond is, dan is dat bij de beste vijven in België. Dan heb je problemen. Dus, nee. Ja. Het staft mijn verhaal over Oostende. Yes, ik had Timmy Allen uiteraard ook op mijn lijst staan, maar ik ga voor... Ik niet. Mijn man-crush, wat ik hem toen we de naam doorkregen en de eerste beelden bekeken, had ik het al vrij snel. Staat er bij mij ook op. Elijah Pemberton, onze vervanger voor Miles Scale. Big shoes to fill, maar ik denk dat hem het basketbaltechnisch wel zeker in zich heeft om onze publiekslieveling te vervangen. Hele complete speler, denk ik. Hè. Heel atletisch, goed shot. Begint nu aan zijn derde jaar pro. Twee jaar Santa Cruz. Ja, man. 2 jaar G-League. Ja. Dan vorig jaar een moeilijk seizoen gekend. Zijn NBA-droom opgegeven. Maar ik moet zeggen, als je zo kijkt naar de G-League, meestal weinig stats. De echte jongens die naar Europa komen, hij heeft daar toch 2 consistente jaren gespeeld. 2 keer 11 punten. Als je opzoekt... Waren ze er echt een 3 and D van maken voor in de NBA? Dat was net niet, is niet gelukt. Punt. Ja, uiteraard, anders praten we er niet over. En dan getekend in Turkije. Geen goede situatie voor hem. Moeilijke ploeg ook, hè? Ja. Waarom zat. En dan, ik vind dat hij het goed gedaan heeft in Israël. Niet stat-wise, maar de beelden die wij hebben gezien, zag je onmiddellijk van. Ja, twee zware liga's ook dadelijk om van de States te komen. Niet onderschatten. Maar de attitude ziet je wel. En zijn redenering van hem en zijn agent om naar hier te komen, vond ik ook de juiste. Zoals van nu moet hij even. Ja, hij beseft dat het een stapje achteruit is ten opzichte van de liga's waar hij speelde, maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat om spelvreugde. Maar hij ziet dat ook zo niet als een stap achteruit voor hem. Dat benoem ik even. Nee, maar dat is wat ik wil zeggen. Van dat vind ik. Chic aan hem. Een hele down-to-earth kerel. Die gewoon beseft van oké, goed, ik neem deze stap nu, maar deze stap is voor mij de vooruitgang voor de rest van mijn carrière. Mm. En je merk wel een heel goede attitude met die gast. Ik kan er niks op zeggen. Ik moet zeggen van ze allemaal eigenlijk, maar omdat we het nu over Eli hebben, ik vind dat die wel tot nu toe, hij toont wel de juiste waarde en hij past. Ja, ik ben heel benieuwd naar hem. Kijk er echt zo. Heel hard naar uit om hem bezig te zien. Dus Elijah Pemberton. Ik ook. Heel benieuwd. Ik heb zelfs alle lovende commentaar. Complimenten van andere ploegen gehad, van de Giants ook, die zeiden van ja, dat ben ik echt een goede pick-up. Ja, oké. Okay. Ik had nog, ik weet niet of Schillen nog honorable mentions had op de small forward. Ik had Noah Bowman. Die ken ik niet. Die kent de coach langs mij niet. Die had ik ook nog genoteerd. Leon Stergar van de Spurs. Die Sloveen. Een interessante speler. Voor de eerste had hij Sloveens International. Dat is wel de derde ploeg die een Europees aanpakt. Hè? Er zijn nog een Bulgaar en die van Charleroi is ook een Bulgaar. Charleroi, ja. 2 Bulgaren. Ja. Die van... En de Deen. Giants heeft ook een Bulgaar. Hè? Ja. Ja. Maar, ik heb die bekeken, die Stergark. Dat is wel een interessante speler. Ja. Heel compleet. Altijd in Slovenië wel gespeeld. Dus de eerste keer dat hij buiten huis gaat spelen. Maar ook zo'n allrounder. Hè. Ja, die had ik er nog bij staan. Maar en dan Timmy Allen had ik nog. Ja. Ik had Chase en Tucker. Dus die waren al gekozen. Ja. Toch de Richardson, ja. Ja, man, ik denk dat als je daar geen fan van wordt, als je van de drie spelers, de main players bij Nokia geen fan wordt, of dat die niet op je lijstje stonden, dan heb je slecht rondgekeken. Die Boothgar. Ja. Nu een tapé viel een beetje tegen, hè, bij je voorkust. Tapé. Ja, ik was wel groen, Richardson. Ik was wel een beetje groen. Maar die gar. Ik ben blij dat we Elijah hebben nu. Hè. Ik denk misschien een betere fit voor ons. Maar je werd groen. Ja, lastig. Oké. Die gang. Was Darussafaka nu, hè? Ja. Ja, ja.
Ik bedoel, die series gewoon. Allee, bedoel, als coach, als je naar die competities kijkt, ja, die series was echt. Die was mooi, ja. Knap. De vier, knap. Mitch, jij mag beginnen. Ik mag beginnen. Wel, ik ga een heel verrassende keuze maken. Xander Pintelom. Ah, wel, ik heb er ook over nagedacht. Echt? Ja, voilà, ja. Ja. Ik vind dat niet zo verrassend. Nee? Oké, okay, maar je hebt hem toch niet opgeschreven. Ik, had nee, hem, omdat... ik heb hem ook op mijn lijst. Ja. Ik, ik dacht dat ik nog een Hollander ging nodig hebben en daarom heb ik hem er niet bij. En er waren nog twee andere profielen die ik wel interessant vond, om diverse redenen. Maar Pintelon was zeker dat ik dacht van... goed. Ja, ik ben echt enorm benieuwd. Voor het eerst onder de vleugels uit van coach Dario. Naar de coach die hem ook gecoacht heeft bij Oostende. We hebben een beetje van nabij kunnen volgen hoe dat allemaal in zijn werk is gegaan. Ik vind dat dat heel hard onder de radar is gebleven. Want dat is voor mij misschien in België de meest spraakmakende transfer, zeker op het Belgisch niveau. Maar ik vind dat dat ja, eigenlijk... Ja, maar dat is omdat wij dat fel volgen, maar hij heeft nog niet zo heel veel gespeeld, en waardoor het volgens mij minder... Ja, maar gewoon al een overstap van Oostende, iemand die daar toch... Ja, opgeleid is, zoveel jaar gespeeld, naar Charleroi. Ja, maar Tim heeft dat ook gedaan en daar is toen ook niet zoveel spaar rond gemaakt. Toen Tim Lambrecht toen... Nee, maar ik vind zelfs in de basketwereld dat daar heel weinig over gezegd heeft. Ik bedoel, iedereen ging er toch vanuit dat dat de opvolger van Pierre-Antoine Gillet ging worden bij Oostende. Ja, ja. Ik weet dat ze daar in Oostende wel veel spel van hebben gemaakt. Ja, ja, dat is zeker waar, ja. Maar ik ben enorm... Was dat enorm, iets te veel leed voor mij? Enorm, ik ben echt enorm benieuwd. Ik denk dat het... Ja, het is aan hem om het te bewijzen, maar ik geloof er enorm in. Wij hebben het voorrecht om met hem gewerkt hebben tijdens de Lions. Dat is echt een topkerel. Heel mooi profiel, goede attitude. Ja. Je zult hem wel moeten pushen, maar dat zal coach Sam wel zeker doen. Absoluut. Achter zijn veren zitten. Maar hij heeft gewoon enorm potentieel. Hè. Mm. Hij is groot, kan shotten. Allee, heeft een goede body. Ik was verrast toen ik het hoorde. Ja. Want Sander voor mij is... Hij wil spelen, hè. Ja, maar ik heb er ook achter gevraagd. Toekomstgewijs. Champions League. Hij is een Champions League profiel. Hè. Ja, ja. En ja. Allee, dat is ook nog iets wat ik... Allee, ik ben echt benieuwd naar Charleroi. Ze zijn nog jonger gegaan, denk ik. Met Knutsen. Oké, Brandwijk. Ja, die heb ik op mijn lijst, maar we zullen zien of... Oké, Brandwijk. Maar oké, ze zijn wel een Nathan kwijt. Heat is er niet meer. Samartje is nog in de lappenmand. Allee, ik ben toch echt benieuwd hoe dat hoe de posities gaan zijn. Want die Knutsen... Ja, die is 2 meter en 3, maar ik denk dat ze die op een 3 gaan spelen. Allee, ook Maxime Bilolo binnengehaald. Allee, ik ben echt super benieuwd. En ook een ploeg, en ook jullie, maar toch 4 ploegen die dit jaar Europees gaan spelen. Ik vind dat toch iets positiefs over de B-Next. Ik vind dat echt wel een positieve evolutie. Daar moeten de clubs ook een investering in doen. Dat is toch, ik vind dat ook wel voor de... Is goede branding voor de Sex appeal voor de B-Next. 4 ploegen. Allee, laten we hopen dat ze erin geraken, Charleroi. Vind ik dat toch wel ook een pluim naar die ploegen. Ja, absoluut. Ja, inderdaad. Helemaal mee eens. Dus ik ben echt heel benieuwd en ik wens hem echt wel alle succes toe. Rij. Pak gewoon Knutsen. Pak gewoon Knutsen. Pak je alles, hè. Ik heb... Heb je Knutsen op je lijst staan? Nee. Ik heb Robbie Barron, kortreeks Spurs. Ah. Van Virginia Tech. Ja, we kunnen discussiëren over de positie. Hij heeft toch in college veel op de 4 gespeeld, hoor. Ja. Ja. We kunnen discussiëren. Ik denk dat een... Ik denk dat hem als 5 is binnengehaald, maar... Ja, hij heeft bij Northwestern gespeeld, hè. Dus ik denk dat hem... Ik heb hem nu als 4 gekozen. Ja, ja. Ik denk in België ook als 5, zeker. Nee, maar dat is aan al die spelers is er toch opvallend veel overlap uit het potentieel. Want het is dan wat ik zei, dat je van per positie, ja, dat was echt heel moeilijk, want er zijn echt superveel. Ja, maar dat is toch heel veel in-between spelers, hè? Robbie Barron, ja. Hij zal. Uw 5 gaat wel een Hollander moeten zijn, hè, vriend, want je hebt nog geen. Je moet niet met dat stokje. Het moet iemand die in Holland speelde. Maar
Nee, dit is, vaak wordt dat onderschat. Hè. Als je gaat kijken en je opent die zijn stats van Virginia Tech, dan denk je van, hoe moet dat nu? Maar het is wel Virginia Tech waar we het over hebben. Hè. Het is hier niet een kleine school waar je het over hebt. Hij moet in een rol spelen. Je weet dat nu al. Daar gaat een natuurlijke toughness in zitten. Dat is een mooi profiel, vind ik. Dat gaat een slimme speler zijn die je een beetje van alles geeft. Hè. Die kan posten, die kan shotten, die kan decisions maken. Die heeft geen slechte pas in zijn handen. Corrigeer mij. Ik weet, Johan komt ook zo van die lichting van Finch samen met Brian. Daar zit ook dat snelspel in, dat open profiel in. Spurs gaan goed zijn. Maarten, mag je mij... wat ik gisteren aan de telefoon tegen heb. Ja, voor mij gaat Kortrijk de verrassing zijn. En ik vind een Robbie Barron past in die filosofie. Ook als je vroeger, als je Geutingen wat gevolgd hebt, van hoe dat die... Maar gaat dat een verrassing zijn? Sorry, ik onderbreek je. Ik noem dat geen verrassing. Een ploeg die die coach heeft aangetrokken, die een hoog budget heeft, onderschat het niet. Hè. Ook al een groot stuk naar de coach. Hè, maar, dat laat ik in het midden. Maar daar is budget voorhanden om te recruteren op het allerhoogste niveau in België. Dat is voor mij geen... Het was eerder een verrassing dat die geen play-offs hebben gehaald vorig jaar, vind ik. Dat is waar. Dus die hebben eigenlijk met de ambities van die club en die voorzitter en heel die entourage en de budget die daar op tafel worden gelegd, zijn die het eigenlijk verplicht om minstens top 3 te halen. Vind ik. Dat is waar, maar als je naar de spelers kijkt, hebben ze geen enkele... gehaald dat je zegt van, zoals bijvoorbeeld bij Oostende, wauw. Ja, ze hebben veel rookies gehaald, vind ik. Dat viel mij op. Hè? Dat je zegt van, op het eerste zicht van, hè, inderdaad, zoals Ray zegt, van, oké, 4 punten in Virginia Tech. Nou, 4 punten, hè. Ik denk dat 4.7. Ja, dat is zoiets, ja. Ja. Maar als je ik heb coach Rooijakkers heb ik altijd zo'n beetje gevolgd. Nou ja, maar ik ook. En Geutingen speelde toen goede basket. Dat is basket die wij ook graag zien. En als ik dan zie wat hij gerecruiteerd heeft, dat past bij hem. Ja, maar 100%. En dat vind ik heel sterk. En daarom dat ik zeg dat Kortrijk, ik ben met u eens van, dat gaat een uitdaging worden tegen te coachen. Het zijn gewoon niet zo de opvallende namen. Nee, met het geld dat ze hebben, hadden ze evengoed, ik zeg nu maar iets, hè, een Jean Salomo kunnen gaan halen. Hè, of Elias bijvoorbeeld. Dat hebben ze niet gedaan. En ze hebben voor... Ja, Bram Bogaert, ik bedoel, oké, goeie Belg, maar bijvoorbeeld, ze gaan op de 4-5 met twee Belgen die undersized zijn. Mm-hmm. Sam Hofman en Niels. Het zijn niet de namen, maar ik heb wel een beetje... Ik ben benieuwd hoe dat de scheidsrechters ermee gaan omgaan met het spel, want ik denk dat ze het spel van Duitsland gaan willen implementeren. Mm-hmm. Fysiek. Heel fysiek, full court oppakken. Dat vind ik goed. Ja, maar tuurlijk. Ik vind dat goed. Wij doen dat ook. Charleroi probeert dat soms ook. Ik vind dat ook. Als je nu... Je hebt de DK gecoacht bij de U18. Ja. Ik heb die matchen gezien. Sorry. Dat vond ik... Ik vond dat prachtige wedstrijd, maar hoe fysiek was dat? Tuurlijk. Dat en ze lieten ook heel veel toe, hè. Nee. De refs lieten ook... En weet je, het grote ding is heel consistent. Ja. Er was niemand die zei van, ik ga nu dat afluiten en de andere niet. Het was gewoon heel... Heel consistent. En dat is echt een pluim voor die refs daar. Ik kijk er wel naar uit om tegen Kortrijk te spelen, omdat ik Johan zijn stijl ken, dat altijd gevolg heb. De spelers die hij gerecruiteerd heeft, passen bij zijn stijl. Dat gaat... Een uitdaging worden. Barron, by the way, afgelopen weekend 7 op 9? 3, ik dacht dat hij maar 9 nog gemaakt had. Tegen Loppertal. Ik wil maar zeggen, als je dan gaat kijken naar zijn stats, zijn 3-punters, wat stond dat op Eurobasket? Ja, 30% of zo. Ik wil maar zeggen, dat is een speler. 100%. Stond er bij mij ook op de 5. Ja, ik moet dan op de 4. Ik ga mijn 3 namen overlopen en dan ga ik beslissen. Ik had Luc van Bree als ik nog een Hollander nodig had. Dat vind ik gewoon... Waarom heb ik hem benoemd? Los van het feit dat ik dan een hele nuttige, interessante speler vind. Opmerkelijk een transfer voor mij. Van Leiden naar Den Bosch. Ja, ik had misschien wel een hogere stap verwacht. Een hogere, ja? Ja, ik vind Buitenland. Dat echt een type voor Duitsland, ja. Ja, zo ververs gevolgd of wat. Ja, ik vond dat... Ja, ik snap wel wat je zegt. Ja. Ja, ik vind toch inderdaad... Maar je zit dan toch met mij eens dat dat een vreemde move is. Ja,
Ik weet niet. Ja, dat is een vreemde move. Ja. In mijn ogen, na Leiden, als je drie keer kampioen. Ik ga ervan uit dat het dan een financiële stap omhoog is. Dat weet ik niet. Daar heb ik ook geen idee van. Ik denk dat je naar Den Bosch stapt. Goeie ploeg. Ik had het niet verwacht. Ik dacht dat Luc ook. Ik dacht zelfs aan een Oostende of zo. Ja, ik vind dat zo'n speler. Dan denk ja, ik, ja, ik weet wat je wilt zeggen. Je hebt zo. Leiden is. Ja, wat kun je nog hoger in Nederland? Behalve als dan een club als Den Bosch, die om die titel strijdt van beste club van Nederland. Groningen heeft de rol gelost. Dan doe je die stap. Dat is Brugge en Anderlecht, bij wijze van spreken, in het voetbal. Als je veel centen krijgt, denk ik dan. Maar ja, ik weet niet of het zo is. Hè. Ik laat het volledig in het midden. Maar ik vond dat een beetje een bijzondere stap. Ik vind dat wel een. Dat leek mij zo een beetje gelijk verder. Is dat uw keuze nu eigenlijk? Of? Nee. Nee, want ik heb kok genomen om er vanaf te. Okay. En dan had ik, omdat ik toch ook vond, als ik een speler in Leuven zie die ooit bij ODU heeft gespeeld, Aaron Carver, maar ik ga hem misschien meer op de vijf uitspelen als undersized five. Vond ik ook wel een interessant profiel. Sterk in beer. Dat is een zo. Ja, zeker de speler die Stefke graag ziet, als ik me niet vergis. Ja, ik kwam vorig jaar eigenlijk al in Mechelen. Maar... Ja, ja. Ja, als pro-A double-double machine. En dan, in tweede klas Italië had hem, er ook dicht tegen. Hè. Ja. En dan had je als derde had ik Gustav Knutsen. Maar ik ga voor. Ik vind dat gewoon een interessant verhaal. 21 jaar bij Bakken Bears. Toch eigen sterk seizoen gedraaid. Ook in was hij een MVP in de finale? European Northern Basketball League het heel goed gedaan. En dan denk ik, dan ga je naar Charleroi. Allee, niet, ik vind dat is normaal niet het traject om van... Ja, ook een risico, hè, want je gaat FIBA Eurocup qualifiers spelen. Ik denk dat Bakken Bears zeker qualifiers Champions League speelt. Ja, ja maar zo, ja, goed. Ik vond dat een knappe transfer. Ik vind dat een interessante speler. In het licht van het idee van spelers op wie we dan een beetje gaan inzoomen, ga ik dan toch voor Knutsen. Gustav. Maar heel interessant, ja. Goed, dan gaan we naar de vijfjes. Ik vind de vier eigenlijk vond ik de moeilijkste profiel eigenlijk. In België. Ah. Ja, ik heb toch ik had Luc van Bree ook opgeschreven. Als Nederlander. Ik vond dat een hele leuke, nuttige speler. Ondertussen is Ray aan het zoeken naar een 5 uit Nederland. Brad Green, denk ik. Ray, je mag beginnen. Mag ik beginnen? Ja. Brad Green. Van Bristol Flyers. Ja. Dat is een speler die... Ik denk dat iedereen die al jaren een beetje volgt. Kap van Berg gezeten, dan naar Bristol gegaan. Ik denk een hele goede pick-up van Leiden. Een grote body, sterke body, pakt goede posities. Die goede voetenwerk. Dat is een heel mooi profiel eigenlijk wat Leiden opgepikt heeft. Hè. Want nu moet je denken, twee torens in Leiden. Schaftenaar, wat ik al een heel hoog IQ-speler vind. De Nederlandse Jokic. Ja, ik vind dat een hele slimme speler. Dus, Schaftenaar? Ja, ik vind dat... En dan, dat is mijn mening. Ik vind dat een schitterende speler. En dan, nu voegen ze daar nog eens Brad Green aan toe. Imposante man ook, qua postuur. We moeten zondag op de Vandag spelen er tegen. Wel heel benieuwd, ja. En dat is wel een speler die ik interessant vind om te volgen. Ik denk, ja, jij hebt hem gevolgd. Ik heb hem 2 jaar heel intensief gevolgd. Ik heb het uiteindelijk nooit genomen, omdat ik al Matthias Paling zat. En dat is een beetje... hetzelfde type is. En ik er toch wat meer atletisch vermogen naast wou. Dus daarom heb ik hem nooit gepakt eigenlijk. Dus, maar heel interessant. Hij heeft ook heel goede ENBL gespeeld. Bij Brussel. Ja, 16.0 bijna. Ja, ja. Dat is echt... Ik heb wel gekeken. Ze hadden tegen Zwolle had hem 10 en 8. Winnen ze wel vlot. Maar bijvoorbeeld tegen Bakken 16 en 10. Hè. Ja, ja. En hij komt eigenlijk uit Pro A. Want ik heb er tegen in een oefenmatch tegen gespeeld. Oorspronkelijk wel. Paderborn. Paderborn is het, ja. Vorig jaar in de tweede klas Duitsland.
Nee, vorig jaar Engeland. Ah, Engeland, ja, Brussel. Ja. Het seizoen Brussel, dan Kapfenberg en dan Paderborn. Daar is een... Ja, klopt. Ja, of de EMBL ja. speelt uiteraard. Ja. Nee, Paderborn, daar ik heb een oefenmatch tegen gespeeld. Daar hebben we ook tegen gespeeld. Vorig jaar? 2 jaar terug. Of 3 jaar terug. En dan hebben we, toen zat hij daar. Met die kleine point guard. Met die kleine point guard, ja, inderdaad. Ja, ik had hem ook op mijn lijst staan. Michi? Ja, dus ik had Robbie Barron. Maar ik had ook nog een speler van Charleroi, gewoon omdat ik... maar ik zal hem niet pakken, Willem Brandwijk. Omdat ik dat een hele goede pick-up vind. Ik had hem heel graag ook in Leuven gezien. Maar ja, ik wou me eindelijk de kans geven op de 5 te spelen en niet op de 4, zoals ik hem bij Mechelen moest gebruiken. Want 5 is een natuurlijke positie. Maar ik ga voor Will Baker. Ik zit met een probleem. Oei. Ja, ik had Brad Green, Will Baker en Robert Jones, maar ik heb al Eli genomen, dus, maar ik heb wel een oplossing. Will Baker. En ik, ja, ik heb het geluk gehad, het geluk bij het ongeluk, dat ik geen ploeg had in april en dat ik naar Portsmouth mocht gaan. En ja, ik heb hem daar live gezien. En ja, ik was enorm onder de indruk. Maar op dat moment zijn die mannen alleen maar bezig met Summer League en draft. En ja, dan heb je daar geen mogelijkheid toe. Maar ik was... ik werk altijd met plusjes en minnetjes. En ja, die had 3 plusjes. En dan staat je hoog op mijn lijst. Maar je kan hem alles. Hè. Dat is hoe de 5, Ray en ik. Ja, dat is de 5 waar wij van houden. Je kan ook shotten, hè. Ja, hij kan alles. Ja. Dus hij kan ook shotten. En het is een 7-footer. Het is een 7-footer. Hij is groot, hij is mobiel. Het is geen lome... Nee, hij beweegt goed. Hij heeft een heel sterke body. Ja, een enorm goede pick-up. It's gonna be a problem. Dat is, Ja, ik... Als de Giants... Windrose. Ja, Windrose Giants. Ja, Windrose Giants nog altijd. Daar kunnen ze het verschil maken tegen Westend. Op die positie. Ja. Daar zal het moeten gebeuren, volgens mij. Ik kan er niet meer over zeggen, omdat ik een enorme fan ben en een hele goede pick-up. En voor mij een hele dikke speler to watch. Was het nu Willem Brandwijk of Will Baker? Will Baker. Ja. Ja, dan heb ik... Ja. Sorry, ja. Ik had alleen van Charleroi genomen. Dus, Maar dat mag, hè. Ja, man. Will Baker. Ja, ik had dus Brad Green, Will Baker. En Will Baker was ook mijn eerste pick. En Robert Jones. Maar ja, aangezien ik al een speler van Limburg United heb, dan ga ik terug naar mijn 4 en dan pak ik mijn undersized pick, Aaron Carver. Ah, daarom dat je vroeg of hij ook op de 5 zou spelen. Ja, nee. Dus ik denk dat je hem vooral op de 5 gaat gebruiken, niet? Ik ga 4 en 5. Achter Robbie. Achter Robbie. Ja. Ja, interessant profiel. Van de ODU, waar onze vriend Odell Hodge lang heeft gespeeld, maar nu ook bij de staf zit. Volop aan het recruiten, merkte ik. Het eerste wat hij tegen mij zei toen hij de match tegen die college boys kwam kijken. Ja, Oscar Gilt, I want him. Ik zei, ja, ik denk niet dat hem de enige is. Maar... Dank je ook niet, maar goed. Ja, we hebben het er kort over gehad. Hè. Sterk een beer. Goede rebounder, slimme speler, denk ik. Het is een hele goede gast. Je kan, dat is echt, zo wil je er 10 in je ploeg. Hè. Dat is een jonge versie van de Cliff. Allee, andere positie. Hè, maar dat is gewoon crème van een kerel. Die gaat door de muur. Ik ben enorm blij dat hij bij ons in Leuven speelt. Ja, dus wat mij vooral opvalt na ons draftje is dat er toch redelijk veel overlap was naar spelers toe. We hebben ze allemaal, denk ik. Mm. Dus dat het niet evident is om spelers te vinden uit Nederland, dat we toch vooral naar... Kijken we dan vooral naar België of is dat gewoon omdat... Ja, maar ik moet ook eerlijk zijn... Bijvoorbeeld Oostende en Giants gewoon zo heel sterk... Ik kan zeggen, op de point guard, misschien verrassend, dat ik ook een van mijn spelers die ik heb opgeschreven, is de move van Makonda van Leeuwarden naar Leiden. Ja. Ik vond niet dat hij vorig jaar echt een goed seizoen had. Maar bij ja, ik vind die heeft wel iets. En ik denk ook onder de vleugels in het systeem van Douglas.
denk ik wel dat hij wel eens ook kan verrassen daar in Nederland. Dat is een van de spelers die ik had opstaan. Maar wel, ben wel benieuwd wat ploegen als Joost en Helder, Feyenoord, ze vinden wel normaal altijd wel die jongens ik, die ik er... Vind, ik heb nu afgelopen weekend tegen Joost gespeeld. Ik vind ze in de breedte veel breder als vorig jaar. Mm. En ik heb ook Den Helder... Allee, Tony heeft mij vandaag gebeld. En die zei over Den Helder dat die echt... echt firepower hebben. Echt mannen die kunnen scoren. Ja. Dus ja, met het systeem van Povervaak kan dat ook wel een keer een moeilijke worden. Feyenoord weet ik eigenlijk niet heel veel van. En ja, ook Leiden is altijd voor mij een vraagteken. Hè. In augustus vormen die bij wijze van spreken hun ploeg. En ik ben benieuwd. Voor ja, we gaan zien zondag. Ben ik heel benieuwd eigenlijk. We gaan ik verwacht wel dat die... Ja, die hebben een goede ploeg. Wij missen enkel nog Toon, denk ik, in principe. Eli... De eerste keer vandaag terug op training. Dus ja, maar goed, als deze podcast klaar is om de wijde wereld in te trekken, dan ligt de vandaag wellicht al achter ons. Dus dan weten we het al. Maar ja, goed, dan rest er mij eigenlijk na dit... Twee uur, zijn we wel? Een uur en vijf. Kijk eens aan. De inleiding heeft langer geduurd dan de draft. Wat vond je ervan, mannen? Was het een beetje amusant? Wil je nog eens terugkomen? Ja, ik had liever iets meer over de B-Next-spelers gehad, maar nee, ik vond het echt super interessant. Heb je nog spelers dat je wilde benoemen? Nee, gewoon in het algemeen, want ik denk dat het, zo hebben we het er even kort over gehad, maar ik denk dat in de breedte gewoon echt wel een heel interessante competitie kan worden. Het feit dat Oostende heel hard en goed gerecruiteerd heeft, dat Windrose meer budget heeft, denk ik dat buiten die twee ploegen het gewoon allemaal heel breed open ligt. En ja... Kijk er wel naar uit. Weet je waar ik jaloers op ben? Dat clubs zoals Aalst, die toch geen gemakkelijk seizoen achter de rug hebben, meer dan 1000 abonnees hebben verkocht. Ongelooflijk. Ik vind dat echt knap. Dat is echt, dat is echt veel voor die cultuur. Ja. Aalsterse cultuur. Ja, fantastisch. Basket, fantastisch. Ja, het is een jammer verhaal van Luik, maar ik ben heel blij met Kortrijk sinds vorig jaar. Ja. Het is toch, ik denk dat het in de breedte echt omhoog is gegaan. Dus kijk er wel naar uit. Ik deel dezelfde. Ik denk dat... Een heel challenging season gaat worden voor alle ploegen. Omdat iedereen is nu breed. Iedereen heeft goede investeringen gedaan. Veel wedstrijden. Het gaat een lang seizoen worden. Ook gelijk jij daarnet aanhaalde. We hebben in België 4 ploegen. Ja, die hopelijk, Charleroi ook, 4 ploegen die Europees gaan spelen. En je gaat altijd een ploeg hebben, die daarvan profiteert. Hè? Die dan niet Europees speelt. Ja. Maar het kan voor de Europese ploegen kan het ook, want ik zou heel graag, daar ijver ik voor om in de toekomst bij Leuven Europees te spelen, omdat ik dat aan teambuilding gevormd heb. Als je naar Luik ziet, het was maar ENBL, met alle respect. Maar als je ziet hoe goed dat die ploegen aan elkaar hing. Je moet die trips maken, dat is een uitdaging. En je kunt alleen maar op elkaar rekenen. Hè, op dat is echt. Ik heb nu bijvoorbeeld bij de U18, dat is totaal iets anders. Wij zijn 2 keer naar Frankrijk gewoon geweest, onder ons. Alleen de ploeg, wat je daar smeet, dat is... Ja, ik ben daar enorme voorstander van. Het moet gewoon natuurlijk budgetair kunnen. Maar ik vind het chic dat de 4 Belgische ploegen daar weer... Het is wel echt een inspanning. Alleen al de captatie. Wij moeten dus de wedstrijden filmen met 4 camera's. Ja, dat kost zoveel als een gewone captatie om dan telenet over te maken. Hè. Ja. En ik vind dat eigenlijk... Ik vind dat eigenlijk frappant. En dat heeft nu eens niks met B-Next te maken, maar dat is dus FIBA, die er dus niet in slaagt om een competitie te organiseren die dermate rendabel is dat daar partijen... Alleen in het voetbal is dat een cadeau, hè? Is dat een prijs die je wint, hè? Europees spelen. Ja, dat brengt je gigantisch veel geld op. Hè? Veel Belgische clubs hangen af. Hun budget hangt van Europese deelname en transfers. Sponsoring, dat is in de marge, hè, in België. Hè. Dat is ook wel belangrijk, maar dat is echt wel in de marge. Ja, oké. Ja, en bij ons kost dat een hoop geld. Jij moet een borg storten aan FIBA om te mogen deelnemen. En jij moet verblijven betalen, vluchten betalen. En er is nul premie. Of ik nu 6 keer win, of 6 keer verlies, of 3 keer... Het maakt niet uit. Daar is gewoon geen financiële... Als je FIBA euro kunt... Maar dan je moet hem al winnen om bij wijze van spreken over te houden, hè. Maar je mocht wel je ticketing houden. Ja, het zou er nog aan mankeren. Hè. Ik vind maar dat is chapeau voor de clubs. Ik vind dat triestig. Absoluut.
dat zo'n organisatie er niet in slaagt een Europese competitie te organiseren die geld opbrengt voor de clubs. Misschien na de B-Next gaat geen de FIBA-board. Nee, maar ja. Allee, en nu ben ik... We gaan positief afsluiten, maar je hoort soms de kritiek op de B-Next. Hoe de B-Next moet professionaliseren en moet geld binnen. Op FIBA-niveau slagen ze er nog niet in. Mm. Om een competitie te organiseren waar een grote partij zegt, hier gaan we nu een schaal in steken. En het is ook die reden dat natuurlijk de topclubs Euroleague en Eurocup hebben opgericht. Tuurlijk. Die zeggen ook, wij creëren waarde. Niet de bond. Zwat. Maar ik denk dat we kunnen concluderen dat we er allemaal veel goesting in hebben. Ja. Dat het een beloofd mooie competitie te worden met close games, met pittig basketbal, veel leuke namen te ontdekken, heel veel interessante rookies. Ik zeg het, we hebben Kortrijk benoemd, maar er zitten heel veel spelers bij die we gaan moeten ontdekken. Dus het wordt plezant. Merci, mannen. Dank u voor de uitnodiging. Ja. En we kijken vooral naar Hulenburg United tegen Bears. Hè. Wordt plezant. Op een zondag, denk ik. Hè? Op een dubbel weekend. Ja, op een zondag. Fantastisch. En dan de bekerfinale, Leuven-Limburg. Oké, daar tekenen we voor. Goed. Merci, mannen. En tot de volgende. Hè. Ciao.